Enige plafond, wat je hebt, het verdienen van van traden is puur je psychologische plafond en uiteraard het tradingkapitaal wat in je, in je portfolio zit. En dan heb je het over miljoenen, miljoenen, over honderden miljoenen Wat is het grootste verlies dat je ooit hebt gemaakt in een dag? In een dag, uh, denk ik 60.000-70.000 dollar, denk ik. Welkom bij de Lotgenoten podcast. Mijn naam is Koen, naast mij zit Jaro. En tegenover ons hebben wij deze week Kevin Timmer zitten. Yes. Kevin, voor de meeste mensen die, uh, die kennen jou waarschijnlijk van de YouTube ads. Helemaal de ondernemers zien jou wel eens voorbij komen. Ja. Um, maar wat jij eigenlijk doet, is dat jij, uh, jij bent een trader uh, voornamelijk in aandelen en in opties. Klopt. Um, en daarnaast ben je na een aantal jaar ben je ook Trade Academy begonnen. En dat is inmiddels de grootste uh, trader community van Nederland en België. Met meer dan 5000 studenten. 10.000 ondertussen. 10.000. Ja. Mooi, dat is heel goed. Dat is gewoon verdubbeling. Dat is nice. Dan is het snel gegaan waarschijnlijk, ja. uh, de laatste tijd. Um, ja, welkom. Dankjewel. Dankjewel dat ik hier uh, te gast mag, uh, mag zijn. Dankjewel ja. dat je dat uit een of ander warm oord deze kant op gekomen ja. bent. Nederland is gelukkig nu redelijk te doen. Dus, uh, dat, dat scheelt, ja. ja. En na deze podcast ga je weer. Op reis. Ja, dus ik heb mijn koffer al meegenomen, dus uh, we gaan hierdoor. Uh, hierna gaan we naar uh, Bangkok. Dus, ja, uh, lekker, man. lekker man. Hoe ga je vliegen dan? Vlieg je altijd uh, first of private? Of, uh... Nou, die afstanden niet private. Want nee, dan oh, private is Wordt een heel, heel duur grapje. Je ja, kan ja. wel, maar wordt een duur grapje. Maar uh, nee, over het algemeen uh, ligt het een beetje aan de maatschappij. Dus nu KLM, dus dan business class. Is dat chill? Is dat zeg maar vergeleken met economy echt gewoon tien keer beter? Of valt het allemaal mee? Ja ja zeg maar ik probeer altijd avondvlucht uit te kiezen mm -hmm. dus dan uh, en dan wil ik gewoon slapen dus het ja. grootste voordeel is en dat is waar denk ik de meeste mensen voor, be voor willen betalen is dat je gewoon kan liggen ja, ja dus ja. niet dat je elf uur lang natuurlijk Bangkok is een uurige vlucht of zo ja. niet dat je elf uur lang met je uh, daar helemaal ja, helemaal kutzit. Gebroken nek ja, ja. Uh... ja. Dus ja, dat, dat, als je het aan mij vraagt, van oké, okay, waarom betaal je daarvoor? Is gewoon dat ik gewoon kan slapen. En dan eigenlijk ja. de volgende ochtend gewoon gelijk mijn ding kan doen. Yo, Koen, ik heb serieus nieuws, man. Iets wat we nog nooit hebben verteld. Iets wat we nog nooit hebben verteld. Als wij niet binnen nu en eind dit jaar 100.000 abonnees hebben, wordt ons account verwijderd van YouTube, man. Door wie? Door YouTube, <laughs> Zo. Weet ik niet, maar het klinkt als een goed verhaal, want 90% van de mensen die kijken zijn niet geabonneerd. Dus als jij even schokt dat wij worden verwijderd als, als, als jullie niet abonneren, Precies. dat betekent dat je moet gaan abonneren, want dat is genoeg waarde voor jou om te gaan abonneren. Juist, dus je... als je wil dat we nog toffere podcasts maken en dat je ons niet hoeft te missen, klik dan op de abonneerbutton. Dit is onze poging om ook een soort van YouTuber te zijn. Alsjeblieft. Please. En heb je dan ook uh, American Express? Ja, wij doen, uh, we doen veel dingen op de American Express. Alleen hier ook, ook wel weer. Kijk, het ligt aan welk land je de American Express hebt. Want wij zijn helaas niet zo gelukkig als de Amerikanen. die gewoon mm. een keer vierde punten krijgen. of zo voor iedere dollar vier punten. En dan, ja, dan zit je op no time. kan je gewoon alles gratis vliegen. Ja. Maar met Nederlandse kaarten. en in mijn geval uh, is het een Dubai-kaartje. Ja, en valt het wel mee. Dus je moet wel heel veel spenden. wil je daar, uh, ja. wil je daar ja. alles met punten kunnen doen. En dan ja. mijn laatste vraag erover, dan gaan we echt het verhaal ja. in. Uh, <laughs> ja. Maar ik vind het altijd wel interessant, want ik zit altijd mijn nek te breken in het vliegtuig. En dan denk ik, godverdomme, ben ik zo klaar mee. Um, dat bed, hoe chill is dat nou precies? Want je ziet altijd zo'n voetenstukje. Maar dan denk ik, van, ja, zo'n voetenstukje. Nee, ik wil gewoon volledig in de liggen. Ja, hoe, maar, hoe is het liggen, zeg maar? Kan je echt ja, dus dat First class is gewoon een bed. Yes. Yes. First class, maar uh, volgens mij, de kale met geen first class, naar nou, mij mm. weet. Dus dan moet je met Emirates vliegen, maar dan heb je naar ook naar Bangkok in een stopover. En dat vind ja, ik gewoon irritant. Uh, KLM is gewoon, ja oké, okay, je ligt. Ik ben lang. Dus yeah. jij ja, zit nog wel een beetje inderdaad te, te klooien met je benen. Yeah. Um, maar je kan, ik slaap over het algemeen wel goed. Oké, okay. ja, okay. goed uh, om te weten. Gewoon een keer proberen. Maar aan de andere kant, ja, ik, soms als je het vliegtuig uitstapt, dan zeg je oké, okay, ik voel me wel fit. En dan maar denk je ook van ja ik had op zich ook wel redelijk wat kunnen besparen dus het is de ene keer zeg maar, net ja. wat je ja. net wat je belangrijk vindt ik denk dat dat het is ja je had ja. wat kunnen besparen maar dan doe je dat één keer niet en dan denk ik dat je dan heel nou, snel <laughs> denkt dan gaan we gaan dit nooit meer doen dit spending cut ja. want je zit gewoon echt letterlijk zo ja. tussen twee mensen ja. in als je pech hebt en dat is ja ook als je in het midden zit dat zijn dat zijn we al ja is niet andere. best hoor. Ja. wij gingen allebei naar Bali en uh, Jaro moest 28 uur vliegen dat is een lange vluchtbaan ja man wat de fuck gek ja het is niet normaal ja, ze ja, dus ja, er klaar mee. ben ja. nee, helemaal ja. klaar mee. Gewoon klaar met leven. En gewoon, ja. Wat ik dan ook. eerder nog zou doen, is gewoon uh, ergens tussenstop. Gewoon daar nog even een hotel overnachting of zo nog even. En dan ja, weer man. doorvliegen in plaats ja. van. Ja. Ja. Dat had ik ook. Ja. Op, uh, jouw, jouw tussenstop was uh, op Singapore Qatar. Airlines op de grond. <laughs> <Katar. laughs> oh <je, Katar. laughs> Daar moest ik zeg ja. maar van 12 uur tot 8 uur s ochtends zitten. Ja. En dan heb je daar zo'n hotel. Weet je wel, ga je naar het hotel. Nee, we zitten helemaal vol. Oké, okay, wil je naar de lounges? Zeg ze, ja, voor twee uur moet je wat is het uh, meer dan 100 euro betalen. Ja, denk je, ja, ja. Wel. ja, weet je zo. Van, ja. ik, ik vind het wel goed zo. Ook daar zijn allemaal hacks voor. Hè. Dus als je een American Express hebt, dan krijg je ook een priority pass. En die priority pass die zit gewoon bij je abonnement. En met die priority pass kan je gewoon gratis in de lounges. Dus er zijn heel veel hacks dat je gewoon over het algemeen gratis of uh, um, goedkoper Gewoon allemaal gebruik van dat soort dingen kan maken. Dus er zijn best wel veel travel hacks. Kijk, ja. goede zaak, goede ja, zaak. Ja heb Kevin, de, de één ding is duidelijk, je reist veel, denk ja. ik. Ja. De travel tips kwamen al tevoorschijn. Ja, ja. Um, ik ben wel heel benieuwd wat je nou precies doet, want ik weet dat je een trader bent. Mm -hmm. Alleen ik heb altijd het idee bij traden, ik ben namelijk echt geen expert in, mm -hmm. dat er volgens mij zestien soorten traders zijn en die doen het kort, lang, day trading whatever. Je... Dus wat is precies het soort trader dat jij bent? Ja, dat is door de jaren heen wel een beetje veranderd. Dus ik ben wel echt begonnen als, als daytrader. Dus dat is de meest intensieve vorm van traden. kortom kort intensief, want alsnog vaak zie je dat D-traders twee tot drie uur traden. Dat, dat krijg je ook altijd per dag. Het um, is een hele korte trade. Dus je, je analyseert een, een aandeel in mijn geval. Ik trade voornamelijk aandelen en opties. Um, je analyseert dat en je baseert een trade daarop. En je stapt in en een uur of een half uur later of soms drie uur later stap je uit die trade voor een verlies of voor een winst. En dat doe je een paar keer per dag. Of een paar keer per week. Um, maar dan moet je wel iedere dag achter de computer zitten en iedere dag mee bezig zijn, twee tot drie uurtjes. Dat heb ik een hele lange periode gedaan. Um, en dat doe ik af en toe nog steeds afhankelijk van waar ik ben. En, maar over het algemeen is mijn, mijn manier van traden een klein beetje aangepast, waarbij ik meer trades pak die één of twee dagen lopen. En het voordeel daarvan is, is in feite de manier van traden hetzelfde. De analyse is hetzelfde. is alleen je tijdframe wellicht wat wel vakjagon je hier. Maar is hoger of groter. Ja. En ja, dus dan, dan duurt het trade gewoon wat langer. En het voordeel is, is dat je dan ondertussen andere dingen kan gaan doen. Je hoeft niet achter je computer per se te zitten. Dus mijn manier van traden is wel wat aangepast. Gewoon puur omdat mijn, ja, ik reis veel. Ik doe ook nog andere ondernemingen. Dus uh, ja, dat is een beetje aangepast. Maar er zijn ook periodes dat ik denk van, ja, ik sluip me weer eens uh, drie maanden op. Uh, en ik ga gewoon wel weer gewoon hardcore iedere dag lekker twee à drie uur uh, traden. Ja. Day trader live. Ja. Nice man. Ja. nice. And, het is ook twee of drie uur, want als je dat veel langer dan dat gaat doen, dan wordt je concentratie minder. Of uh, wat is de reden dat je het drie uur doet? Het is overbodig, denk ik. Zeg maar, uh, het, als je gaat leren treden. Uh, en, je dan, en je hebt de mogelijkheid om er een hele dag mee bezig te zijn. Wat niet voor iedereen is weggelegd, want we hebben allemaal banen, responsibilities en etcetera. Um, Wellicht pak je het sneller op omdat je er heel de hele tijd mee bezig bent. Als je er acht uur per dag mee bezig bent, uiteraard ga je het sneller oppakken dan iemand die daar drie uur per dag mee bezig is. Maar ga je er per direct meer mee verdienen? Waarschijnlijk niet. Omdat je bent afhankelijk van de kansen die de markt je geeft. Het is niet zo van ik stop ergens meer tijd in, dus ik ga meer verdienen. Dat is met heel veel dingen natuurlijk wel zo, maar met traden absoluut niet. Um, dus het is meer van oké, okay, geef, geef de markt mij een kans voor een trade. In het tijdframe waar ik dus aanwezig ben ja of nee en dan afhankelijk daarvan verdien je dan wat maar ja is het nodig om heel de dag de computer zitten? in mijn mening niet nee. weet je wat, wat moet je doen dan zeg maar ja iedere hm. candlestick gaan, gaan tellen die voorbij komt ja, ja. dat werkt niet ja. want uh, ik denk dat traden ook een van de weinige branches zijn qua werk waar je zeg maar drie uur of vier uur kan, dus gaat werken mm -hmm. waar je misschien nog geld hebt verloren ook ja, ja ik denk Voor dat tweede ja, dat zo naar casino. Ja, het is een van de vakken waar je inderdaad uh, met volle energie achter de computer kan gaan zitten. Heel hard je best doet voor drie, drie uur uh, of langer. En dan vervolgens je dag afsluit met uh, minus weet ik hoeveel. Um, ja. ja, dat kan. Dat kan. Ja. Ja. Is het ook zo dat je echt mentaal en emotioneel heel stabiel moet zijn om te treden? Want dat hoor ik altijd dat het soort van een van de meest emotionele dingen is. Ja, dat is bij mij ook. Zeker in de beginperiode. Um, waar gaat het fout? Wat is de reden dat je geen geld verdient? Dat is in negen van de tien keer. Is dat het emotionele stuk? Of is dat het um, ja, gewoon niet onder controle kunnen houden van je eigen acties? Um, dat is in negen van tien keer het geval. Want de techniek leren van traden... Heel veel mensen, en ik, ik storm daar soms wel eens aan op, 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 uh, op social media... die doen alsof traden een of andere magic manier is van, van geld verdienen. En het is zo moeilijk en het is ah oh, en dit en dat. Het is niet moeilijk. Traden is echt niet moeilijk. Maar het emotionele stuk is lastig. En daar ga je vaak de fout in. En dat is de reden waarom ik heb er zelf anderhalf jaar over gedaan... om überhaupt een euro te verdienen in het traden. En dat was gewoon... dat Enige reden waarom dat was, was puur emotionele stuk. Wat bedoel je uh, dan met het emotionele uh, stuk? Wat, wat, wat houdt dat in? Ja, uh, uh, dus ja emotioneel in treden heb je op verschillende vlakken. Dus de, de, de meest voorkomende is het, het vechten tegen verliesgevende trades. En dus uh, een trade gaat niet de juiste kant op. En dan denk je van ja, weet je, als ik nu nog uh, stop los, dat is eigenlijk de plek in de grafiek waar je zegt van weet je, ik sluit de trade en ik pak mijn verlies. Uh, Heel tijd een beetje aanpassen van ah, kom maar goed, kom maar goed. Uh, en dan Wordt natuurlijk, het hol waar je in in graaf wordt steeds groter en groter. En dan kom je dan nog maar eens een keer uit. Um, dat is de meest voorkomende. Dat was bij mij een groot, uh, grote reden dat ik uh, geen geld verdiende. Maar het kan ook andersom. En die heb ik af en toe tot recent nog wel eens meegemaakt: is dat het juist heel goed gaat. En dat je op een gegeven moment zoiets hebt van: Weet je, ik, ik bied de market. Weet je? Ik kan gewoon, ik kan alles maken in de markt verdien toch wel mijn geld. Mm. En dat je dan zeg maar een beetje overmoedig wordt. of. Te zelfverzekerd en te veel risico gaat nemen, en dat dan de markt ook een klap geeft en, en eigenlijk door je eigen greed uh, geld gaat verliezen. Ja. Maar de meest voorkomende is, is ja, niet omgaan om kunnen gaan met verlies. Want als je geld. Zeg maar, geld zit zo diep van binnen bij mensen. Dat als je, als je aan iemand zijn portemonnee komt, ja, dat, is, dat doet echt op een of andere manier, dat is echt een pijn, zeg maar die, die we allemaal met z'n allen ervaren. En wellicht zeg, vooral mee. Ga maar eens achter een grafiek zitten en, en verlies maar eens geld. Of ga maar eens achter de computer zitten en verlies maar eens geld. Dat is een pijn waar je mee om moet leren gaan. Mm -hmm. um, en dat is een van de redenen waarom het inderdaad uh, ja. een, een lastig vak is als je, als je begint. Misschien komt het dus daarna ook wel even wat meer naar je, uh, het ontstaan van, uh, van je ja. imperium. Eén ding wat ik zo wil vragen, maar ja. leef je uit. Ik ben dan benieuwd inderdaad, wat is er volgens jou een goede persoonlijkheid of karakter? Die een persoon moet hebben die je uiteindelijk goed kan trainen? Of maakt dat helemaal niet uit? Nou, ja. ik denk dat het op zich niet zo heel veel uitmaakt. Maar je kan wel naar iemands leven kijken. En zeggen van oké, okay, die persoon zou een goede trader kunnen zijn. Dus als jij in het normale leven er echt een, een zootje van maakt en je bent. Ja, heel erg rommelig of uh, um, impulsief, wellicht. Of gewoon uh, ja, dus, uh, het zijn wat karaktertrekken die je wellicht kan zien. In iemands dagelijkse leven, dat oké, okay, dat gaat zich 100% vertalen naar de treden. En dat is niet alleen naar treden. Ik denk dat het ook zich dat soort dingen zich vertalen naar het ondernemen. Ja. Um, alleen bij treden heb je in, instant feedback van hetgene wat je doet. Dus uh, je hebt binnen een half uur feedback van je eigen acties. En met misschien ondernemen of misschien met andere dingen. Of dan duurt dat langer voordat je. Erachter komt bijvoorbeeld als je aan het ondernemen bent van je komt er na een, een jaar eens een keer achter dat een bepaalde eigenschap die je hebt het ondernemen wellicht niet, niet, niet ten goede doet. Uh, maar in het treden word je daar eigenlijk direct mee geconfronteerd. Ik vind dat wel mooi, want dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen van hè, dat continu hele volatiele wat soort van in de markt zich toont mm. dat de weerslag op jou kan hebben, ja. kan nadeel hebben. Maar aan de andere kant ondernemers hebben vaak net zoveel gevoel van twijfel. Alleen mm -hmm. zetten er ergens op in en zien pas na nou, zes of twaalf maanden Of, exact. of het dus de slechte twaalf. Dat is precies wat ik probeer te vertellen. Ja, dat is precies wat ik probeer te vertellen. En bij treden is het vaak, waar je gewoon binnen, afhankelijk van hoe je treedt, heel snel beloond of afgestraft wordt, hetgene wat je doet. Nou, dus je kunt ook heel ja. snel leren, denk ja. ik. Ja. 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 Dan daarop aansluit, sluit een beetje aan wat jij zegt. We hebben zelf met de coach waarmee we werken wel eens de Big Five Personality Test gedaan. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Ja. Ja. Ik scoor daar bijvoorbeeld vrij hoog op volatiliteit. Nou, dat is wel leuk als je dat hier een beetje gelijk trekt. Zou je denk je bijvoorbeeld daar ook op kunnen gewoon ingaan van yo, volatiliteit is heel hoog bij deze persoon. Als, in, als er dingen gebeuren, goed mm -hmm. of slecht, ja. heeft dat veel weerslag op de emotie van die persoon? Ja. Zou dat iets kunnen zijn dat je denkt, nou dat is misschien niet het soort van de beste playing deck om uh, daarmee te starten? Ja, dan ik denk als je ook <laughs> bewust bent van, zeg maar, die, uh, in sommige gevallen is het misschien een zwakte en in sommige gevallen is het misschien juist een, een sterkte. Ja. Um, als je ja, wellicht in traden zou het een zwakte kunnen zijn. Maar um, als je er bewust van, van zou, je er wel mee aan kunnen gaan werken. Mm -hmm. En als je het ook weet van jezelf. Um. Ja. Maar ik denk dat in feite iedereen iedereen kan trainen leren. En iedereen kan op een gegeven moment zichzelf winstgevend maken. Maar het is inderdaad van: okay, ben je bereid om te, te werken aan, aan die punten. Ja. Bij mij was op een gegeven moment, ja, ik, werd, ik was mezelf gewoon op een gegeven moment zo beu. Ik denk van: omdat het vanuit bij mij was, altijd die, die verliezen die, waar ik niet mee om kon gaan. Ja, en, en dus die stoplossen verplaatsen, afwijken van tradingplannen, et cetera. Dat ik op een gegeven moment zoiets had van, ja, ik ben, ik ben mezelf echt gewoon strombeu. Wat kan ik nou niet eens aan een fatsoenlijke regel houden die ik voor mezelf heb opgeschreven? <laughs> mm. Seriously? <laughs> dus ja, dat was op een gegeven moment zo, zeg maar, een frustratie. Dat van, oké, okay, nu is het klaar. Nu moet gewoon, ik heb een trainingplan daar moet ik me aan houden. Ik ben geen klein kind meer, ik kom op. Uh, ja, dus er moet ook een keer die omschakeling zijn dat je ermee aan de slag gaat. Ja. Hoe, hoe oud was je toen je begon met traden? Ja, ik heb een beetje een, om het zo maar te zeggen, een beetje een aan-uit relatie gehad met trading aan het begin. Dus uh, ik was weer heel vroeg uh, met, uh, met trading in aanraking gekomen. Ik was vrij vroeg bij de, 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 de crypto-ontdekking, uh, om het misschien maar te zeggen. Ja. Um, dus hoe oud was ik? Ik denk dat was een jaar of 21, denk ik. Zoiets. En je bent nu? 32. 32, en dat was dus 11 jaar geleden, dus dat was echt 2012. rond het begin. Van uh, Bitcoin, ja, 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 ik ben helaas niet een van die mensen die gekocht heeft, en daarna vastgehouden heeft, en er nu heel warmpjes bij zit door crypto. Helaas, uh, maar Dan ik was er... wel warmpjes bij, <laughs> maar niet door crypto. maar, maar, niet wel op, maar, maar, of maar uh, Ja, dat was uh, dus. Ik raakte toen in aanraking met crypto, ben ik niet op doorgegaan, maar dat was wel, zeg maar. Uh, dat was de reden dat ik dacht: van... hé, hey, wat, wat is dit? Ja. ja. Oké, okay, en laten we dan nog helemaal verder teruggaan. Mm -hmm. Als we kijken naar, uh, want toen was het 2012, was je uh, 21. Waar ben jij uh, geboren eigenlijk? Goes in Zeeland. Zeeland. Ja. Zeeland, ja. Zo Zeeland. Zo shit. Daar kom ik ook nog wel eens. Ja. Op om met mijn huisje in Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Mooie Zijls. provincie. Juist. Mooi provincie. Ja. Gebeurt niet heel veel, naar mijn nee, ervaring. Maar nee. maar. Ja. Ja. Hoe was het inderdaad om daar op te groeien? Wat voor jongen was jij? Um, Wat voor jongen was ik? Um, ja, rustig denk ik. Gewoon ja. over het algemeen. Uh, ik was niet uh, super sociaal of zo met, met andere uh, uh, mensen om me heen. Ik was weer een beetje gewoon bij uh, mijn eigen dingen doen. En, en. Dat was vrij rustig. Maar opgroeien in Zeeland, ja, gewoon over het algemeen uh, normale, rustige opvoeding gehad. Niet, ja. niet heel veel speciaals. Uh, nou ja. Gewoon opleidingen doorlopen en zo? Gewoon... Ja, ik heb gewoon uh, nou, ja, opleidingen doorlopen. Niet heel veel afgemaakt, om eerlijk te zeggen. Mm -hmm. ja. <laughs> dus ik heb... Uh, school was nooit echt uh, mijn ding. Dus ik heb wel natuurlijk gewoon de middelbare school heb ik afgerond. En daarna ben ik op een gegeven moment uh, naar een sportopleiding gegaan. Omdat ik dacht van ja, ik wil uh, sportleraar worden. Dat was echt uh, helemaal, ja. uh, helemaal de shit voor mij. Oh, nice. Dat, met, uh, dat wel veel met sport bezig. Dus ik had het uh, een jaartje of twee denk ik gedaan toen dacht ik van ja dit is eigenlijk helemaal niet mijn ding dat wil ik helemaal niet dus uh, toen was ik al een beetje aan het bijklussen met wat, uh, wat, uh, wat dingen voor mezelf gewoon toen was uh, toen een tijd uh, was ik computers aan het fixen voor andere mensen dus ik was wel altijd heel veel met uh, mijn vrije tijd ook met computers bezig dus ik dacht ik ja, een beetje computers fixen voor mensen ja. dacht van ja misschien moet ik uh, ik heb toch een beetje die ondernemersdrang kwam ik toen vroeg achter ik dacht misschien moet ik een ondernemersopleiding gaan doen dus nice. ik uh, kijk van oké okay, wat komt het op mijn niveau toen het eigenlijk? want ik had natuurlijk niet zo heel veel afgerond en middelbare school was ik ook niet echt een hoogvlieger dus ik had ook niet zo heel veel keuze ik kon niet gelijk door zeg maar naar de, de hogere opleiding nee. um, en je zit in Zeeland dus ik, ik zat dat in Zeeland is ook wel minder ja dan dan dus ik had niet de zo de heel de veel opties dus er was er op een gegeven moment wel een opleiding ik weet niet meer hoe dat heette maar dat was wel iets ondernemersgericht ja. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan, maar toen kwam ik na een jaar erachter van, ja, weet je wel, alles wat ik hier leer, daar uh, kan, kan ik niet zoveel mee. Nee. Um, dus ook daar maar weer mee gestopt. Um, en <coughs> ja, toen ik daarmee gestopt ben, was uiteindelijk gewoon doorgaan bouwen op, uh, ja, op, op de computerreparatie uh, dingen. Dus dat, dat bleef ik altijd doen. Nee. Uh, wel wat, uh, een baantje in de horeca gehad ook nog. Wat, wat wel een leuke, leuke periode was geweest, is dat je in de bar achter de bar gestaan. Veel van geleerd overigens. Uh, buitenom ja, ja, veel gedrokken, maar veel van geleerd in de zin van um, ja, omgaan met mensen. Want als je er achter de bar staat, moet je gewoon mensen entertainen natuurlijk. Mm, ja is wel veel van geleerd, leuke tijd gehad. Het is wel heel anders dan hoe jouw karakter was toen je dus klein exact, was. Exact. introvert. En dit was gewoon echt een Volledig introvert. Ja, volledig. En uh, ik weet nog goed, van ook ook mijn manager die toen daarachter die bij die bar werkte, die zei ook van, ja, weet je, die gooide mij ook gewoon in het diepe. Van, uh, ja, hier, uh, hier heb je de bar. Doe je ding maar. En uh, zorg maar dat de mensen naar een zin hebben. Ja. goed. Oké, okay, ja, dus... Prima handleiding. Prima handleiding, ja. Dus, uh, het voordeel is, achter, als je achter de bar staat, is dat je wel vaak jezelf... Uh, je hebt nog wat dingen te doen. Dus je ja. kan, zeg maar... Uh, ook als je niet zo even geen trek hebt om te praten, of je weet niet zo goed wat je moet zeggen. Je kan wel heel snel verschuilen achter glazen wassen of iets dergelijks. Maar tegelijkertijd wel gewoon nog uh, bezig geweest met mijn computerreparatie onderneming. Wat ik toen de site hustle was eigenlijk meer. Ja. En op een gegeven moment toen wel besloten van maar wellicht moet ik weer terug naar school. Hm. En toen was er dat je zo'n uh, test kon doen. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Dat je direct naar het hbo kan zonder dat je ja. uh, je vooropleiding hebt. Dus die heb ik toen gedaan. Um, dat is toen gelukt. En toen ben ik software engineering gaan studeren. Um, en dat heb ik uh, een jaartje, tweeënhalf jaar gedaan. Toen heb ik weer gestopt. Hmm. <laughs> nou, hoe kwam je dan ineens bij software engineering? Want dat was, kwam dat vanuit die computerachtergrond ja. dan? Ja. 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 ja, ik dacht van, ik wil wat meer de techniek in. En ik wilde, um, um, ik wilde in, pla in plaats van computers alleen maar computers repareren had ik op een gegeven moment ook door dat je meer geld kon verdienen als je bijvoorbeeld websites ging bouwen voor mensen of, ja. uh, of uh, software ging bouwen voor, voor mensen, voor bedrijven. En to, dat deed ik toen eigenlijk al voordat ik met die opleiding begon. Ik dacht, maar nou, misschien kan ik er nog beter in worden op het moment dat ik uh, die daar een opleiding voor ga doen. En Want je deed vooral software fixes, als deed je ook hardware dingen. Uh, Computer reparatie was heel simpel, hele simpele dingen. Ik, ik wist ook toen, ik wist wel wat van computers, maar heel veel reparaties die binnenkwamen. Mm -hmm. ja, en, uh, geen idee hoe ik het op moet lossen dus gewoon Google gewoon, yes. eh, dan ja, dan kan gewoon de problemen. error uh, googelen eh, en gewoon op die manier uh, fixen en daar gewoon, gewoon, gewoon geld voor vragen en als het niet lukte ja gewoon sorry meneer uh, hier op je computer terug je hoeft niks af te rekenen maar het lukt niet hij zegt naar de kloten ja hij zegt <laughs> naar de kloten ja. gewoon een typische beginnende ondernemer inderdaad van, ja, ja gewoon ik ga iets doen ik weet nog niet wat ja. wat jij ook vaak zegt ik weet nog niet eens hoe ik het moet fixen Want maar gewoon met de opleiding had je dat zei je dat tegen mij van, ja Zeg gewoon dingen van. Oh, we gaan dit fixen. Ja. Maar je zegt het alvast. Maar je weet eigenlijk nog niet hoe het moet. Nee. nee. Want dan kom je later wel achter hoe het moet. Ja. Ja, dat is voor veel mensen wel een grote ja. stap. Want daarin kun je echt wel weten of je ondernemerder bent dan anderen. Heel veel ja. mensen, als ze iets niet weten hoe ze het moeten doen. zouden ze nooit verkopen of geld vervragen. Ja, ja, klopt. Maar ik denk dat dat juist juist een van de dingen die in bepaalde vakken misschien niet, maar in, in heel veel dingen dat je dat juist wel doet. Zeker dus ik, ja, met die computers ook. Weet je, het was iedere keer dat ik heel hard vast wat gaan we nu weer krijgen? Weet je, ja. wat voor wat is er nu weer kapot, waar ik nog nooit eerder gezien heb? Um, maar toch uiteindelijk wel weer, ja, gewoon gewoon uh, YouTube googelen en je je komt er wel uit, weet je. Ja, en dat is met heel veel dingen als je het gewoon probeert en het gaat wel een keer fout. Er het mij ook regelmatig dingen fout gaan maar. Ja. Weet je, daar leer je van. En anders is het altijd van ja, had ik maar, weet je. Ja, zeker. Sterker nog, je ziet ook, we spraken gisteren Hans Sandvliet, de man van Flippo's. Ja. Flippo's, ja. je denk ik wel. Ja. Die uh, betaalde op een gegeven moment Philips een miljoen per maand om research te doen. En daar heeft hij twee jaar lang voor betaald. En uiteindelijk was de research nog steeds niet. Uh, ja. Zeg maar als je het hebt over iets gaan doen waarvan je niet eens weet of je het ja. gaat lukken. Gewoon, ja, daar wordt zelfs groot voor betaald. En, ja. en, uh, ja, dat is gewoon onderdeel bedrijf. van ondernemen, gewoon. Ja, ja. ja. hij deed het bij Philips dan. Ja. Gewoon om uh, zijn knikkers te uh, mm -hmm. kunnen eigenlijk, uh, ontwikkelen, knikkers mm -hmm. met dan vormpjes erin, zoals uh, bijvoorbeeld uh, Disney-figuren uh, of ja, Disney ja, ja. Um, maar ja, inderdaad, 24 miljoen uitgeven aan uh, saus. Eigenlijk ja, daarna twee dus in Vietnam hè? binnen ja. een maand of zo, als het gevecht ja, ja, ja dan kun je dat zien zijn. op iemand op, op, op hoog niveau dat het uiteindelijk ook gewoon gebeurt. Ja. van ja. weet je, we proberen het gewoon en we zien wel waar we uitkomen, precies. Ja. 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 En, en dan... Jij gaat dan software engineering studeren. Ja. Hoe uh, verloopt dat dan? Ja, dat, uh, dat is de eerste opleiding en de enige opleiding waarvan ik dacht van hé, hey, daar heb ik wat aan gehad. Ondanks dat ik het niet afgerond heb, mm -hmm. maar uh, waardevol. Dat was een van de eerste opleidingen waarvan ik dacht van ...wow, oké, okay, hier, hier leer ik wat. Want het, het was heel praktisch ingericht, dus we gaan echt software bouwen, software uh, leren schrijven, etc. Uh, en ik kon dat direct toepassen in mijn sitehassel. Dus ik was natuurlijk op een gegeven moment uh, websites gaan bouwen voor mensen. Ik had advertenties geplaatst op uh, Zeeland net. Dat is dan zo'n soort marktplaats. In, nice. uh, uh, maar dan in Zeeland. Ja. Omdat dus, uh, het zo ver weg zit van de rest van Nederland hebben ze ja. een eigen marktplaats. Ja, 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 <laughs> ja precies. <laughs> maar dat was best wel een goede edge. Want de, de, er werd niet zo heel veel gebruik van gemaakt door, door andere ondernemers. Zeg maar. Dus ik was een van de weinigen met nog een paar anderen die, die advertenties plaatsten voor het bouwen van websites. Wil je een website laten bouwen? 500 euro. Of vanaf 500 euro. Prima, je heb best wel veel aanvragen. Gewoon per week, gewoon vier, vijf aanvragen. Niet, niet iedere aanvraag ging ook daadwerkelijk door naar een opdracht, maar er was wel gewoon genoeg, zeg maar, flow. Ja, ja maar op een gegeven moment, ik wist het ook heel vaak, ja, dan moest iemand, uh, had op een gegeven moment had, had ik een klant, die had een, uh, een vakantie, uh, vakantiehuizen. En daar wilde hij een website voor laten bouwen dat mensen online konden boeken. Uh, en dan moest ik dat boekingssysteem ook bouwen is niet makkelijk. Het is niet Nooit zomaar van, even een website. Nee, nee. Dat was zijn heel veel uren op Google. Ja. <laughs> heel veel uren op Google gezeten om dat uh, te bouwen. Maar kijk, ja, zo, zo zeg maar. Die, die mindset heb ik altijd wel al gehad. Van oké, okay, weet je, probeer wel. En als ik er niet uitkom, ik kan altijd, ik kan altijd terugstappen naar de persoon waar je mee samenwerkt zeggen. Ja, sorry, ik heb het geprobeerd. Geld terug of je hoeft niks te betalen, et cetera. Ja. En waar komt die mindset dan vandaan, denk je? Uh, ja waar komt het vandaan ik denk gewoon als het positieve dingen in uh, inzien zeg maar. dus gewoon uh, proberen en we zien wel waar het vandaan komt dat uh, lastige vraag maar misschien ook dat je wist dat je met goede intenties handelde of zo ook dat ik denk dat dat ook scheelt weet je als je ja. gewoon dat ja dat je zegt van weet je ik ik doe oprecht mijn best om er wat van te maken en uh, want dat is denk en, ik de angst die veel mensen hebben. Van straks denkt iemand van dat ik hem probeer een arm uit te draaien. Of dat, weet je wel, van, ja. ik reken ja. er ergens voor, maar straks kan het niet. Ja, maar ook openheid daarin soms kan heel erg helpen. Dus er is, soms doen we nogal eens dingen. Uh, of, of ben ik met dingen bezig geweest. Waar ik tegen van tevoren wel tegen de klant heb gezegd. Van luister, ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Uh, dat is wel even nieuw voor mij. Vind je het oké? Okay? Uh, en negen van de tien keer is gewoon ja, doe maar. Weet je, de gunfactor vaak bij mensen als je wat probeert. Of ze zien dat je wat probeert. Zeker als die persoon ook een ondernemer is. Die ja. gunfactor is echt gewoon insane. Dus je kan ja. heel veel voor elkaar krijgen. door gewoon ook daarover te communiceren. Niet heel lang geleden hadden wij onze. Wat was het? Mensen waren het meest enthousiast over die podcast. Allemaal comments. Dit is echt de meest diepgaande podcast die ik ooit heb gehoord. En dat was met niemand minder dan... Roberto. Nee, Robert Nas. <laughs> Je wou weer raar gaan doen. Ja, ik hou me in, Nas. jongens. Met Robert Nas. Het was echt een lijp gesprek. Volgens mij hebben we het daar gehad over uh, aliens, schepen... Over, over AI, over, over truffels, over truffels AI. Bro, alles. Bro, alles. alles. zit. Maar een niet onbelangrijk onderdeel waar we het toen over gehad hebben... is de hormooncrisis onder mannen. Het feit dat testosteron onder mannen gewoon zwaar aan het kelderen is. En waarom is dat erg? Maar ja, omdat als je testosteron omlaag gaat, uh, is je voortplantingsmogelijkheid uh, een stuk lager. Het aantal zaadcellen dat je hebt, je, je kwakkie neemt flink af. In de afgelopen, wat was nou in de afgelopen 46 jaar, 50% of zo ongeveer, don't quote me on it. Maar mm -hmm. een flinke afname die gelijk te trekken is met testosteron. En natuurlijk testosteron voor de standaard dingen. Voelen van de man, als je het laag testosteron hebt, dan voel je je ook niet echt comfortabel bij vrouwen. Want je voelt je... Je voelt je een vrouw. Je voelt, je voelt je meer een je van de girls. Dus als je meer <laughs> femineen wil voelen... dan, dan moet je juist uh, gewoon zo blijven. Yes, maar ja, als je echt mannelijk wil zijn... dan uh, is het wel handig om... En hoog te hebben, want dan heb je meer energie, meer focus, kun je langere dagen maken, ja. dan kan je zorgen dat je de krijg. hele week gaat slopen betere met slaap, werk. best wel veel dingen. In ieder geval testosteron is gewoon belangrijk. Relaties, en financiën, en... Oh ja. Ja, oh ja, 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 alles, alles erop en ja, eraan. Voor raan. slechts 997 euro de 10 dagen challenge. Oh. Nee, um, maar ja, dus daar hebben we het met hem ook over gehad. En daarin uh, vertelde hij over de hormoonpandemie, uh, die een soort van gaande is onder mannen, de testosteronpandemie. Ook wel, hoe noemen ze het ook, ook alweer? Ik had het vorige keer ook al ergens gezegd. Wat was het nou ook? Oh, ja, spermageddon. De ondergang van, van het zaad spermageddon. van de man. noemt Lijkt een beetje op sperm en dan caddy. Gewoon spaghetti. Nee, nee dat klinkt Van Armageddon. Weet ik, maar zo klinkt het wel. <laughs> zo klinkt het gewoon. Zo klinkt het. Klinkt raar, mag ik zo zeggen. Maar uh, ja, en daar vertelde hij dus over dat hij in een podcast met Joe Rogan en Dr. Shannon Swan dat ontdekt heeft. Die podcast kun je hieronder ook vinden in de beschrijving. Die heb ik ook geluisterd. Dat is echt fucking bizar. Maar dat heeft ook heel erg te maken met het PFAS. Al dat microplastic en zo dat in je vreten zit en alles. Inderdaad, dat zit dus in je water. Dat zit in voedsel. zit in kleding. Je en... bent oprecht sneller klaar als je zegt waar het niet in zit. Nou, <laughs> <laughs> gewoon ja, overal. Volgens mij, uh, dat was zo'n Amerikaans onderzoek. Dat gaat ook om klein... Maar dat er, uh, 98% van de bevolking PFAS in zijn of haar lichaam heeft. Dat een paar, paar procent dat niet heeft. Want? Uh, het, ja, gewoon puur toeval ja, waarschijnlijk. Je hoort dat in die podcast ook, bro. Dat alleen al baby's die, uh, als ze vlak geboren zijn en ze moeten aan een infuus of whatever. Dat die buisjes van het infuus, wat ook van plastic is, dat zelfs dat PFAS loslaat, bro. Het is dus echt vanaf de eerste ja. minuut op, op de aardbol op PFAS in je systeem. <laughs> en trouwens, nee, ook al door de consumpties van je moeder tijdens de zwangerschap en zo dat En dat ook. heeft allemaal lijpen invloed op je hormoonsystemen. Maar PFAS is dus zo klein, dat is echt microplastic. Ja. Dat het zeg maar, overal inkomt. Dat het niet echt eruit gefilterd kan worden. Ik weet het exacte niet. Maar volgens mij is PFAS inderdaad onderdeel van is een soort microplastic of zo. Of zit een onderdeel dat in microplastic zit. Ja. Ja. ja, in ieder geval, um, en Robert Nas ging toen op zoek naar van ja, hoe kan ik het hormoonstelsel weer meer uh, ja, gaan verbeteren bij mannen, testosteron opkrikken. Nou, daar heeft hij zijn bedrijf Amplify opgestart en als missie heeft hij daarvoor gezet uh, om het hormoonstelsel van de man te herstellen. Uh, en hij is begonnen met het verkoop van het supplement pijnpollen. Uh, en pijnpollen, dat gebruiken wij nu uh, redelijke tijd. Ik gebruik het momenteel ook. Ik weet niet of jij het momenteel ook gebruikt. Ik wil eerst onze bloed bloedonderzoek doen. En ja, dan ja. wil ik het dan gewoon 30 dagen gaan gebruiken. Cool, cool ja. Fucking veel mensen in de Discord, maar ook veel lotgenoten die in de DM zitten en zo spreken we erover. Die gebruiken het ook. Echt al een paar honderd man uh, gebruikt het nu. En... Uh, Echt veel leuke reacties. Maar de allermooiste anekdote is over wat het dan kan doen. Uh, want uh, ja, je hebt toch veel mensen die uh, zeggen dat ze er wel goed meer energie voor ervaren. Dat soort dingen. Maar de mooiste anekdote was, denk ik, in de podcast zelf de eerste keer. Wat mijn uh, ervaring was daarmee. Oh, je vindt je eigen anekdote het leukst. Nou ja, ik denk wel dat het een grappig stukje video is. Het was wel heel grappig, ja. We laten het de mensen zelf bepalen. Het, het komt nu. NU zichtbaar. Mijn anekdote, ik weet niet of ik die op de podcast moet delen. <laughs> oh ja! <laughs> Welk had je? Het is nu ook weer klaar. Ik heb die nu al tijd niet meer gebruikt. Nu is het weer klaar. Ik weet niet meer wat je doet. is. Er is een bekend nummer van J. Cole. Dat iedereen gehoord heeft. Dat was het effect van de pijnpollen op mij, man. Vertel het verhaal eens. Ja, nee. Ik, uh, ik had nooit echt iets van natte dromen of zo. Oh ja. Ik ging die shit gebruiken. En ik heb het echt meerdere keren gehad. Dat ik echt dacht van, yo, what the fuck is dit? Dus ja. <laughs> lachen, maar kortom, nee. um, ja wij merken meer energie, meer potentie, uh, dat soort zaken, meer potentie. Ja. Potent zijn ja potent. Zo heet dat. Potent, ja en potentie. Dat is ja? toch zijn toch twee verschillende woorden? Nee, potentie. Potent zijn en potentie voelen ja? of hebben? Je merkt meer potentie. Ja, oké, okay, ja, 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 toch? Ja, ja. ja, ik denk het wel. En anders Weet weten ze niet. nu wel wat we bedoelen. <laughs> ja, jij zegt toch de, de, wat de, de kracht van, uh, van potentie of de energie van potentie? Ja, klopt. Dan vind ik het ook altijd verwarrend om te zeggen. Maar dit gaat om potent. Oh, nee, Gewoon potent, potent zijn. Gewoon ja. Ja, mannelijk voelen. Juist. En dan, oké. Okay, Goede ja. zaak doen. Yeah. Boven en beneden. En. Um, maar in ieder geval, wat we geregeld hebben met Robert... want het was een super toffe reactie al nadat we uh, die podcast hadden opgenomen. Dus we hebben de handen bij elkaar gestoken. We zijn een team opgedaan. En met de code LOTGENOTEN10 kun jij uh, oneindig 10% korting krijgen... op al je bestellingen bij Amplifier. Uh, daarmee help je ons, want dat zorgt ervoor... Uh, dat wij deze mooie show kunnen blijven maken. Maar daarmee help je ook jezelf, omdat je dus... Nou ja, dat best wel aftakelende hormoonsysteem misschien een beetje kunt oppeppen. Uh, of in ieder geval meer in je gezondheid kunt werken. Dus ik zeg, klik op de link in de beschrijving. Probeer dat. Uh, laat ons vooral weten wat je ervan vindt. En je en, krijgt. En je krijgt, dat heb ik al gezegd. 10% korting. Voor eeuwig met maar de jongens, lotgenoten. De lotgenoten 10. Kom op man. Mocht je verder nog meer informatie erover willen lezen, staan naar beneden ook allerlei links. Dus check it out. En uh, dan uh, zien we graag een storytje met jouw Instagram, dat je ons tagt, Gaan we die lekker reposten. Dan gaan we door mm -hmm. met je show. Van de pippi Lanco stijl. Ja. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. <laughs> ja, precies. Ja. ja, dat is een quote van pippi ja. langkous Die zei dat altijd, man. <laughs> Maar dan uh, inderdaad, je software, Want Hoe oud opleiding. ben je dan tegen die tijd? Dat je zeg maar die software. Uh... Ja, dat was rond de. Uh, je kon toen de, de HBO-test doen, was 21. Dus, uh, oké, okay. toen, toen was je 21. Ja. Ja. Toen stopte je met je opleiding op een gegeven ja. moment. Ja. Waarom heel, in hemelsnaam ga je stoppen als je zoveel leert daar? Toen die crypto ontdekt, man. Ja, <laughs> ik was toen al een beetje met crypto bezig. Hè, toen een tijd. Dus ik uh, dus ja. was inderdaad al uh, aan het kijken van oké, okay, weet je. Uh, maar dat ik zeg, was een beetje een aan-uit-relatie met dat hele trade. Ja, uh, een tijdje wel gedaan, een tijdje niet gedaan. Maar goed om maar even antwoord te geven op, op je vraag waarom ben ik gestopt. Ik ben op een gegeven moment, uh, moest je in je tweede of ja, eind tweede jaar of zo, moest je een, een uh, stage lopen? Uh, een stageplek kiezen? Dat nou okay? Dus ik heb een stageplek gevonden in eerste instantie in Middelburg. Dat was dan vlakbij Goes. Ja. En ik <clears throat> was eigenlijk bijna ready om heen te gaan. Dus eigenlijk alles was gewoon wel gewoon geregeld. De, de stageplek was, uh, was gewoon goed en, en alles niks mis mee. Maar ik had op een gegeven moment zoiets van, weet je, ik voel me niet helemaal niet thuis of zo, zeg maar, in de plek waar ik nu ben. En als was dan Nederland, goed. En ik had zoiets van, ja, ik wil heel graag gaan reizen en heel graag eens kijken van, oké, okay, wat is er buiten, buiten Nederland? En dat, dat bleef een beetje aan me knagen. En ik had het er ook best wel vaak over met, me, met mijn ouders. Van, weet je, ik, ik zou graag wel eens gewoon eens een keer gewoon echt weg willen. Gewoon, gewoon even weg uit goed, even weg uit Nederland. Um, maar ik had aan de andere kant ook wel zoiets van: ja, weet je, die stageplek waar ik uh, terecht kon. dat is een goed bedrijf. Ik kon daar die hadden eigenlijk al een beetje uh, half beloofd van: ja, weet je, dus daarna ook gewoon werk voor je als je, als je wilt, uh, wilt blijven en alles gaat goed in je stageperiode. Dus het was een beetje zo van: hmm. maar iets, iets zei me van: oké, okay, ik wil gewoon toch naar het buitenland. En uh, toen zei mijn vader ineens: van... hé, hey, we hebben iemand, uh, dat was toen een, een zoon van. Van mijn, van mijn ouders, die zat in China, had een bedrijf in China. En die, uh, hij zei, ja, je kan ook die persoon eens gewoon een berichtje sturen. Van, hey, wellicht zijn er iets van software gerelateerde taken die je daar een aantal maanden uit kan voeren. En dat je dat opgeeft bij school van als stage. Dus ik dacht, uh, yeah, why not? Dus ik gewoon uh, hem een berichtje gestuurd, situatie uitgelegd. Geluisterd, ik moet een aantal maanden stage lopen. Uh, ik wil graag eens een keer in een ander land doen. Uh, ik kom gewoon naar je toe, je hoeft me niks te betalen, et cetera. Um, ik kreeg alles zelf. Ik zeg het enige wat ik nodig heb, is eigenlijk dat ik school moet laten zien dat ik stage loop. Ze ja. dus is goed: ik heb wel wat taken voor je die je kan doen. Ik moest een of andere systeem ontwikkelen, wat zijn bedrijf ook weer een stukje verder uh, hielp. Dus oké, okay, kom ik dat wel doen. En toen heb ik een uh, aantal weken later mijn spullen gepakt en naar China gegaan. Kijk. Een ja, grote switch. Een hele grote switch. Want het, het verste wat ik toen geweest was, was gewoon Spanje. Op vakantie, dus dan denk ik de eerste keer naar het buitenland was, uh, was wel uh, voor mij toen een tijd uh, een grote stap. Ja, um, en dan kom je in China waar niemand Engels spreekt behalve de mensen waar je mee werkt, uh, uh, dus het uh, ja, ja, dus ja. was wel een uh, en voor het eerst denk ik ook echt in je eentje. Was voor het eerst in mijn eentje, ja, ja. ja. En ook die uh, stagebegeleider, wat nu een goede vriend van me is. Die liep me ook echt gewoon aan mijn lot over. Die was hmm. echt gewoon van, hier is het adres in het Chinees. Hè, want er is geen, eh, zeg maar, uh, zoals wij woorden schrijven of zinnen, uh, een, zeg maar, een, een Engelse straatnaam. Of Engels geschreven straatnaam, daar uh, schiet je in China niks mee op. Dus dat is ja. gewoon echt een Chinese adres. Gewoon <laughs> Chinese karakters. Ja. Hoekje, vierkantje, driehoekje, driehoekje. <laughs> ja, dit was, de, ja, ja. Dit was uh, 2012, hè? Zoiets, ja. Dus toen al Google Translate? Google ja, dat was en een... Nee, want uh, uh, alles met Google werkt niet in China. Dus op het moment dat je daar aankomt, zeg maar, al die applicaties die je gewend bent om te gebruiken, oh, die werken blokt. niet. En, ja. Dus ik kom daaraan en uh, ik, ik land op Hongkong. Op een gegeven moment, dus uh, richting. Dan moet je, kan je met een auto. Kan je gewoon naar de, de grens over richting China. Want het ligt aan elkaar natuurlijk. Um, dus ja, ik door de grens. Paspoortcontrole, et cetera. Dus kom daaraan. Uh, Wordt gelijk opgevangen door een of andere uh, scam taxichauffeur. <laughs> <Nice. laughs> dus uh, ja, wat Chinees en moeilijk. En ik zeg: Ja, ik moet gewoon hierheen. Dit is het adres. Breng me maar gewoon. Dus ik kom aan op het kantoor van die, van die kerel. Ja. Hij, het eerste wat hij zei. Hoeveel heb je betaald om hier te komen? Ja, ja. Ik zeg: ja, ik weet niet hoeveel RMB die currency daar zo. Dat was uiteindelijk iets van 300 euro voor een ritje van 10 minuten oh. of zo. Nee. En zei: ja, je hebt bijna het record verbroken. We proberen, we proberen iedereen gewoon aan zijn lot over te laten die hier komt voor de eerste keer. En dan hebben we een scoreboard voor het meeste betaalt. Nee. Nee, betaal. Dus dat was mijn eerste 5 minuten experience van China. Was top. Dat was Leap, top. Man. Leap, man. Ja. Hoe lang heb je daar in totaal gezeten? Uh, dus ik moest een aantal maanden stage lopen ja. Uh, en ja dat ging toen is bij mij in die, die switch helemaal geweest dus hoe lang heb ik daar gezeten ik ben uiteindelijk daar bijna 4,5 jaar gezeten zo zo oké okay. ja dus ik, heb, ik kwam eraan ik had daar op een gegeven moment zo'n ja, ik zat alleen met ondernemers dus die gasten waar ik stage liep uiteraard ondernemer zijn netwerk ondernemen ik werd er heel goed ontvangen ik mocht gelijk mee naar allerlei netwerkfeestjes uh, ze gingen iedere twee weken gingen ze naar, uh, naar Hongkong om daar uh, een beetje te netwerken vrienden te ontmoeten dus ik kwam daar in een, in een situatie terecht, waar ze om de twee weken in de Dikste Vijf-Sterren zaten, um, alleen maar een beetje uh, aan het borrelen hier en daar. Toen werd hard gewerkt, begrijp ik niet verkeerd. Maar je moet je voorstellen, je komt dan uit Goes, waar niks gebeurt. Uh, waarbij je aan het site hasselen bent voor een paar honderd euro, niks mis meer uiteraard. En dan kom je volgens in een, in een situatie waar er zoveel ambiance is en zoveel. Uh, mogelijk is ineens, ik dacht, van, hoe leven die gasten? Ja. Zeg maar. maar aan de andere kant zag ik wel, gewoon van maandag tot vrijdag keihard werken. Gewoon echt keihard werken. Dat was gewoon niet 9 tot 5. Nee, dat was echt gewoon 9 tot 12, 9 tot 1 s'nachts. Ja, ja die werkkritiek is anders. Ja. ja. Dus ja, ik dacht ik van. Ja, weet je, ik wil het ook. Ik wil ook gewoon beuken. Ik wil ook gewoon 12 uur per dag rammen. Ik wil ook gewoon uh, daarna, ieder weekend in Hongkong, 5-sterren hotel. Um, dus dat was bij mij van ja, weet je, ik moet het ook in. Ik ga het gewoon fixen. En kon je daar al een beetje van proeven toen als in jij ging ook mee naar die hotel. ja ik mocht je mee. daar dan ook of ik mocht, je, mee. Je mocht ja, wel we... mee ja ik mocht mee dus dat was visualisatie wel echt... ten top zo ja inderdaad dus dat is uh, dus dus uh, dus ja heel vaak werd ik mocht ik gewoon uitgenodigd en en uh, dus dat, dat was gewoon voor mij ja dat is zo waardevol ja. omdat je gewoon ziet van wow, er is zoveel mogelijk en er is ook zoveel de levensstijl die je voor jezelf door dat keiharde werk hè, 12 14 16 uur per dag maar dan ook dat hebben. Ja, dat was ja. voor mij dat van jou hoor. Laat mij maar 16 uur rammen of 12 uur rammen. Maar als ik die levensstijl dan vervolgens erbij kan leven, dat wil ik ook. Ja. Had je ja. dat dan in Nederland ook al? Zeg maar dat je dacht van, oh ik wil uh, dure spullen, een, een luxe leven of zo. had je dat in Nederland helemaal niet? Dus dat nee, daar want... een soort van unlocked gewoon. Ja, helemaal. Ja, ik had in Nederland wel, uh, door mijn sitehassels, had ik uh, wel op een gegeven moment zo'n uh, uh, Mercedes bij elkaar uh, kunnen, uh, ja. kunnen sparen. Zullen dus heb toen gekocht. En uh, toen mee, uh, ja, dat, dat was mijn luxe artikel om het zo maar te zeggen. Ja. Dus dat vond ik. Ik had wel altijd wel zoiets van, weet je, ik zou wel wat mooie spullen willen hebben, maar, maar echt grootdenkend op materialistisch niveau dan even. Oh. Nee, het zat er niet echt in. Zeg maar, dus, nee, ja. maar dat zie je ook niet. Zeg maar. Tuurlijk, je hebt in Goes ook wel uh, bepaalde plekken waar het een beetje meer upskill is. Um, maar je komt er niet mee in aanraking. Je komt er niet mee in aanraking dat. Uh, ja, dat mensen in, in luxe plekken verblijven. En dus dus dan, ja, dat besef is er dan ook niet zo. Ja. Ik moet wel zeggen dat... wat jij dus voor ervaring hebt gehad... Uh, dat best wel bijzonder is. Ik was toen ik uh, 21, 22 was... ben ik ook een half jaar naar Engeland gegaan. Mm -hmm. Ook met de reden dat ik om me heen veel hoorde van... luister, uh, het is gewoon goed voor jezelf... en voor je eigen ontwikkeling... om jezelf gewoon in een hele vreemde omgeving te plaatsen. En dan ja. om jezelf te gaan ontdekken van... Hey, ben ik nog steeds dezelfde... Hoe voelt dit? En ja. om een beetje bij het oncomfortabele gevoel weer comfortabel te gaan voelen. Ja. Maar pas toen wij naar uh, Dubai gingen en naar Bali en zo... Dan kom je erachter van, oké, okay, ja. zo leven ondernemers echt. Ja. Gewoon Dubai is gewoon echt een hele andere wereld. En ja, wat je absoluut. nu ook zegt met vijf sterren hotels en zo... Ja, ja dat, was, uh, dat had ik in Engeland nog lang niet ontdekt, zeg maar. Dat nee. kwam echt door het ondernemen zelf. Ja. Dus wat jij dus hebt gehad, buitenland plus die ja. ervaring... Ja. is wel echt lijp, hoor. Ja. Ja, je unlokt gewoon heel veel gewoon inzichten. En het gaat niet zo. natuurlijk dus ik persoonlijk dan, als ik voor mezelf spreek, uh, luxe natuurlijk. Leuk, wil ik ook. En, en maar het is meer, het gaat het gaat erom, zeg maar van oké, okay, wat is er mogelijk? Wat kan je mm -hmm. creëren voor jezelf? En door dat Want ik zag beide kanten. Hè? Dus ik zag niet alleen uh, de luxe, maar ik zag, ik zag ook de grind zeg maar, ja. van die mm -hmm. gasten. Dus, en dat was super waardevol. Komt niet aanbaaien. Ja, ja. ja, en jij zit er dan een half jaar voor stage. Ja. Dus dan ben je nog een braaf student en uh, gooi je punten aan het scoren. Uiteindelijk ja. blijf je 4,5 jaar hangen. Wat maakt dan na dat half jaar dat je, heb je er toen een baan aangeboden gekregen? Wat maakt dat je dacht van nee, ik ga het anders doen? Nee, dus ik, was, uh, um, dus ik liep stage inderdaad. En tijdens mijn stage was ik nog steeds wel een beetje aan het hasselen. Dus de mensen die ik toen in Zeeland websites voor aan het bouwen was, die had ik bijvoorbeeld op een onderhoudscontractje gezet. Uh, dat ik één keer in de maand even de website doorliep. Uh, en, en wat bugs aan het fixen was en gewoon zorgen dat alles gewoon liep. Dus ik kreeg daar gewoon wel wat inkomen uit. Uh, ik, en die mensen, die, die zorgden ook alweer voor dat ik weer andere klanten kreeg. Maar dat was allemaal op afstand natuurlijk. Dus ik had mijn side gewoon nog. Ik was ook een beetje aan het aanklooien nogal weer met, met traden en zo. Dat liep allemaal niet zo heel goed. Maar, mm -hmm. um, dus uh, op een gegeven moment stage inderdaad afgelopen. En ik had zoiets van, ja weet je, ik ga gewoon niet terug. Echt, there is no way dat ik hier uh, wegga. Ja. En teruggaan naar, uh, naar Goes en dan. Maar dus ik, ik was gewoon zo hoekt aan, aan zeg maar die, de, hoe daar gebouwd werd en de rush van de ondernemers om me heen die ik daar had. We zaten daar ook op kantoor en het kantoor was ook gesplitst, was ook gedeeld dan. Er zat ook nog een uh, andere ondernemer. Ja, weet je, ik, 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 moest, ik wist het één ding zeker, ik wilde hier gewoon blijven. Mm -hmm. Dus heb ik op een gegeven moment gewoon gezegd van... Weet je wat, ik ga mijn software hassel of mijn website hassel, ga ik naar het volgende niveau tillen. Ik ga uh, developers aannemen, gewoon in China. En ik ga die developers uh, aan het werk zetten met werk wat ik uit Nederland, uit mijn relaties die ik opgebouwd had. Uh, ja, hun gingen dat dan nog volgens mij uitvoeren. Slim. Dus, uh, dus dat gedaan. Dat liep aardig. Um, alleen, ja, kon beter. Dus ik had op een gegeven moment zoiets van, ja, oké, okay, zijn de Chinezen het juiste... Ja, het juiste... Uh, Publiek zeg maar, over het juiste de juiste mensen om met software aan de slag te gaan. Uh, of, of zijn er misschien nog wat meer uh, opties. Dus ik ben gaan kijken van oké, okay, hoe kan ik, want we hadden op een gegeven moment zoveel werk, dat heel veel werk ook op een gegeven moment, dat uh, ja, het met de mensen die ik op kantoor had in China, komt het eigenlijk niet zo goed aan. Dus toen ben ik gaan outsourcen via gewoon Upwork, gewoon die platformen. Yeah. Um, en toen merkte ik van ja, weet je, heel veel uh, indische developers zitten daar zo. Dus ik dacht van oké, okay, weet je wat? Ik ga met een groep uh, een groep Indische mensen ook uh, als extra. Ga ik werken. Dus we waren met een bepaalde soort software in India bezig, of in, uh, in, in China bezig en een bepaalde stuk software deden we dan met Indische developers. Ja. Um, en ik had zoiets van, oké, okay, dit gaat goed, uh, maar ik voelde het een beetje, voelde van, ja, ik kan dit niet goed schalen, want het is allemaal gewoon remote ook met die Indiërs en um, het allemaal maar freelancers, losse, losse freelancers. Ik dacht van, ja, weet je, hoe kan ik dit naar het volgende niveau schalen? Dus hebben we op een gegeven moment een eigen kantoor opgericht. In India. Uh, met eigen ontwikkelaars. En toen waren we bepaalde software daar dus alleen bezig. Dus we waren dus een stuk in China, een stuk in, in, in India. En mijn home base was dan China. Dus ik was met regelmaat op kantoor ook in India. Dus was een beetje aan het heen en weer aan het peddelen. Ja. Um, dus mijn, mijn thuis was China. En mijn uh, ja, het kantoor was dan, dan, dan India op dat. Op dat uh, ja, hoe groot is dat bedrijf op dat moment? Wat zijn de het was... maand omzet of dingen? Want dat klinkt best wel als best wel een flinke ja, operatie zijn, al. Ja, we zijn toen uh, best wel, op een gegeven moment dat India erbij kwam, zijn we heel snel gegroeid. Omdat uh, ik ben op een gegeven moment ook naar Nederland met regelmatig gegaan om gewoon echt op klanten, klanten te gaan werven, met, met bedrijven in gesprek te gaan van luisteren. Uh, ik weet dat je outsourced. Want we hadden al research gedaan bij een aantal bedrijven. Ik weet dat je outsourced. Ik weet dat je het ook allemaal doet met allerlei agencies ertussen. Uh, ik zeg, weet je wat, wij, uh, wij hebben onze eigen mensen. Het is, een, uh, het is een kantoor in India met eigen ontwikkelaars, maar met Nederlands management. Um, en wellicht kunnen wij gewoon jullie werk gaan op, uh, oppakken. De lijntjes zijn korter, je hebt Nederlandse uh, communicatie. Dus dat was best wel een uniek concept toen. Um, ja, dus ja, hoe, hoe groot was het? We hebben het in, in een hele korte periode hebben we dat kunnen schalen. Ik denk op een gegeven moment ook nog 100.000 euro omzet in de maand. Ja. Um, en en volgens mij 35-40 man personeel, uh, dus dus ook voor initiële begrippen valt het mee. Ja. Dus ja, dus dat, dat, uh, dat was het. Dus mijn, mijn China was mijn homebase. India zat ik met, met regelmaat. Dat is ook wel een uh, leuke ervaring. Ja, ja, ja. Maar dat is ja. dan snel gegaan, want jij was in principe dat gewoon een student gaan. die ja. computertjes aan het maken was. Ja. En in één, twee jaar tijd ja. woon je in China. Heb je ja. een kantoor in China en in India. Ja. Doe je meer dan een ton omzet per maand. Dan ja. heb je waarschijnlijk ook gewoon grote klussen en klanten. Ja, wel hele grote klussen ja. en grote Nogstens klanten. Nog steeds onder het dag van dat andere bedrijf. Of was het wel allemaal zelf? Dat was op een gegeven moment was ja. allemaal zelf. Ja, ja, ja. Dus ik heb op, uh, dus mijn stage afgerond, toen gezegd van. Uh, Oké, okay, weet je, ik wil gewoon blijven hier in China. Mag ik gebruik maken van je kantoor? Mag ik gebruik maken uh, van wat, wat andere zaken? Maar ik wil gewoon mijn eigen onderneming starten. Ja. En ik heb toen wel wat hulp gehad van mijn stagebegeleider en nu een goede vriend van me. Um, maar het was in feite mijn onderneming en het was, dat het was mijn, mijn pakje aan. Ja. 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 Wat is dan de belangrijkste skill die je in die periode hebt geleerd voor jezelf? Um, sales. Ja, ja. sales. Want om, dat, uh, om projecten aan te nemen, moet je mensen overtuigen dat jij de beste plek bent om die projecten neer te leggen. En dat kwam uiteindelijk toch op sales en relaties opbouwen. En dat was. Dat, ja, ik, zoals je weet was een beetje introvert achtergrond. Dus dat, dat was wel een van de skills die ik wel onder, uh, onder de knie moest, uh, moest gaan krijgen. Maar dat ook daar weer gewoon doen. Weet je, gewoon, gewoon doen. Gewoon Want hoe zag dat inderdaad eruit? Wat, wat voor jou gewoon doen? Betekent dat je dat elke ochtend. Uh, tot avond daarmee bezig met sales of zeggen van nee, hey, het is gedeelte ook uh, ontwikkelen, dat je keuze gaat kijken en dat gaat ja. volgen? Nee, dat is gewoon doen. Dus ik had op een gegeven moment iemand op de op de Lead Generation gezet. Ik zeg van uh, ga maar uh, een lijst maken van, on, van bedrijven waarvan we inschatten. Dat we, je weet niet altijd zeker, maar dat er geoutsourced wordt. Dus uh, IT-werk geoutsourced wordt. Uh, maak daar maar een lijst van. En uh, Leg de eerste koppeling alvast maar met het bedrijf. Ja. En dan uh, maken we een afspraak. En dan ging ik vaak een aantal weken naar Nederland. En dan ging ik al die bedrijven langs. Uh, en dat is gewoon doen. Ja. Tot soms zenuwachtig aan toe, zeg maar. Uh, want dat het ook heel vaak was. Ik heb ook een paar keer bij een aantal klanten gezeten. Grote klanten. Uh, waarvan we op dat niveau nog nooit een project hadden gedaan. Mm -hmm. <laughs> dus dat was. Ja, ja dan, dan is het wel ja, spannend om te zeggen: van ja, weet je, dan kunnen we wel. Yeah, ja, een stukje pimpilankas. Maar je gaat dus wel naar Nederland toe. Toen gaat, ging ik met een zin in ging naar Nederland en dat was puur voor sales. Ja, ja, dus ja, gewoon uh, sales klanten, en dan overal ja, langs gaan. Ja, overal en, langs gaan. Slaap je uh, dan in hotels ook en zo? Of, uh, uh, ja, nee, toe toen een tijd Nederland. gewoon bij, uh, bij mijn ouders. Ja, ja. en dan in je Mercedes ja. rondrijden? Uh, dat was, was het, toen nog een Mercedes, goede vraag. Nee, volgens mij niet. Dat was gewoon de auto van mijn vader, geloof ik. Ja, Geen ja, die Mercedes had ik verkocht toen voordat ik naar China ging. Ja. Ah, dacht, ja. dan kon je ook ja. daar weer een ja. beetje... Ja, 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 ja. Besefte en... je toen die tijd eigenlijk dat het bijzonder was, wat er allemaal gebeurde? Nee, want ik, dat was het, uh, omdat je omringd bent met die ondernemers. Is dus gewoon de maasgang van van zaken. Ja. 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 En dit hoort gewoon zo, je hoort gewoon. Het zeg maar, je functioneert gewoon toe. zoals je moet functioneren, omdat ja. gewoon de rest om je heen ook zo functioneert. Dus maar Wordt jij niet bijzonder snel als in van? Ik kan me wel voorstellen dat je een groep ondernemers hebt en dan één gast. zo, oh, mijn stagiair, komt gezellig mee ja. en een half jaar tot een jaar later komt. Ja, ik doe ton omzet. Per jaar. ik heb hier dit dan zou ik wel denken. De fuck heeft die stagiair in de tussentijd allemaal <sweird> gedaan. Dan <sweird> nee. hoe dan ja, hij stond, hij stond er niet van te kijken. Want daarvoor, een jaar daarvoor, had hij ook een andere uh, stagiaire ook ondertussen goede maat van me um, en die uh, had een eigen vertaal die is daarna een eigen vertaalbureau begonnen. Heel groot vertaalbureau in, uh, dat is even ondertussen verkocht. Um, uh, eigen ja. vertaalbureau begonnen. Omdat heel veel in China, heb je bijvoorbeeld, uh, uh, wordt heel veel export gedaan natuurlijk naar Nederland. Ja. En al die verpakkingen en hand, handleidingen die in die, die dozen en alles, daar, daar die moeten vertaald worden. En hij deed voor hele grote importeurs, deed hij dan uh, die vertalingen regelen. Dus dat, was, uh, dat, nice. dat gaat om volumes. Ja. Dus, uh, dat, en dat was ook een stagiaire die daar stage liep. Dus oh, van succesrate. Maar dan heb je het ja. weer. Die gasten, uh, die persoon was ook, om die komt daar waarschijnlijk ook aan. En omringd met ondernemers. En die denkt van, ja, stage lopen, prima. Ik doe mijn best en, en ik zorg dat ik mijn waarde uh, ja. lever hier, hoor. Maar uh, waarom zou ik teruggaan naar... Uh, naar mijn oude leven, als, als, je, als je ziet dat dit allemaal mogelijk is. Dus, en toen, ik was dan de tweede stagiaire. Nou, dat, en dat, dat ging ook, uh, ook mijn eigen ondernemer. Hij stond er helemaal gedaan? niet meer van te kijken. Deze de stagiaire was Elon Musk. <laughs> <laughs> Kleine ja, dus, Elon. <laughs> ja, dus op een gegeven moment, hij, we hebben er af en toe nog wel eens over. Dus hij zegt, ja, weet je, iedere keer die, die, iedereen die bij mijn stage komt lopen, die, uh, die uh, begint zijn eigen show. En, uh, ja. ja. Zeg, ja, ik zeg, ja, uh, dat is toch dan waarschijnlijk die, die, uh, die omgeving waar je aan ja. in komt ja, ja, zeker wel. En als je dan kijkt daarvoor... Want jij zegt dat, uh, dat hij zijn bedrijf heeft verkocht. Ja. De vorige stagiair. Hm. Weet, mag je ook zeggen voor hoeveel het ongeveer nee, is? Weet ik niet. Nee, nee. Nee, ja, ja. Oh, ja. pa. Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> precies. Maar dat betekent dus uh, vier, jaar, vier en een half jaar lang in ja. China. Ja, ongeveer, ja. China, ja. Hongkong. Ja. China, Hongkong. Op een gegeven moment komt er een beetje een einde aan, hè? Ja. Hoe oud ben je dan? Uh, ik denk dat ik een jaartje of 25 of zo was. 26, 25, 26. 26. Ja. Ja, dus toen was je ook al goed bezig met traden. Ja, toen was ik al bezig met traden. Traden is op een gegeven moment in, meer ingeslopen, omdat het met mijn IT-bedrijf niet goed ging. Dus wij, uh, zoals je zegt, van de periode heel goed gaan, zijn heel hard gegroeid en heel hoge omzetten in no time eigenlijk. Maar dat was ook de valkuil. En mm -hmm. dat heeft er ook eigenlijk voor gezorgd dat we op een gegeven moment eigenlijk gewoon kapot zijn gegaan. Dus ik had op een gegeven moment mijn sales skill blijkbaar zo goed geontwikkeld... dat uh, dat aan de sales niet meer lag. Maar waar wij op een gegeven moment tegenaan liepen is... Um, um, dat we, de met, voornamelijk met mensen die in de IT zitten, herkennen dit waarschijnlijk wel... het, is de, het stukje software ontwikkelen... De, tot aan 90% is een vrij soepel proces. De laatste 10% om... Alle uh, ellende, kinderziektes, etcetera, eruit te halen. En, en de kwaliteit van, van stuk software gewoon zodanig afleverbaar te maken. Daar zit eigenlijk heel veel werk in. En daar ging het bij ons ging het op een gegeven moment fout. Omdat we gewoon. Uh, het, het was op een gegeven moment opstapeling van. Dus heel veel projecten waren een beetje in die, in die laatste fase. En we kregen het gewoon niet bol gewerkt. Dus te weinig, uh, te weinig personeel. Uh, wellicht ook in sommige gevallen te weinig kennis in huis om de zaken die nog opgelost moesten worden, op te lossen. Um, ja, te veel op ons hooi op ons vork genomen, om het zo maar te zeggen. Uh, en ja, dat is ook de downfall op een gegeven moment geweest. Dus op, ja, niet meer kunnen leveren. Dus, ja, op een gegeven moment was het gewoon, het team zat zo vol met werk, met oud werk eigenlijk, wat maar niet opgelost werd. Uh, dat de nieuwe projecten konden gewoon niet meer aangenomen worden. Dus wat krijg je dan is dat, ja. Uh, Projecten worden ook niet betaald als het niet afgerond wordt. Logisch, mm -hmm. Dus ja, dan, dan was het op een gegeven moment van ja. We kunnen gewoon de boel niet meer betalen. We kunnen ook geen nieuwe projecten aannemen, want het oude projecten lopen in de soep. Um, dus Dat is op een gegeven moment uh, wel goed fout gegaan. Dus het het, schel, het snelle schalen. Het snelle, uh, toch, toch redelijk goed zijn in sales, blijkbaar uh, heeft er wel voor gezorgd dat uh, je ja, gewoon te veel hooi op mijn vork te wellicht ook te, te onervaren. Mm. Uh, te, te grote projecten aangenomen, te, te complexe projecten. Dus, uh, dus dat is op een gegeven moment fout gegaan, ja. Koen, wat is essentieel als ondernemer om te hebben? Moed en daadkracht. Nee. Noord-VPN. Nee, Weet man. je waarom? Oh, waarom? Tijd is geld, pa. Al deze mannen kijken op YouTube allemaal advertenties. Tijdverspilling. Ja, Voel je tijdverspilling. Ja. Dus neem een YouTube Premium abonnement. Maar YouTube Premium is deze dagen duur, bro. Veel te duur. 14 euro of zo per maand. Maar in Turkije, 1,40 euro per maand. En dat De ga je serious, doen met NoordVPN. Want betalen is voor? Peasants. Exact. Daarom, man. Ik weet niet of dat eenmaal zo is, maar daar houden we het bij. Ja, Alles wat hier wordt gezegd is facts. Alles, of hoe doe dat je dat is? precies? Wetenschap. Met NoordVPN kun jij je locatie verplaatsen naar Turkije... en vanaf daar een YouTube Premium abonnement afsluiten. Wil je nou weten hoe je dat hmm. doet? Ik heb een mooie link met jou gezet hoe je dat kan doen. Andere voordelen van NoordVPN is... je kunt films op Netflix kijken in allerlei andere landen. Ben jij nou bijvoorbeeld in Dubai of Bali... maar wil jij, weet ik veel, HBO Max of Videoland kijken... gooi hem aan op Nederland en dan kun je de Reverse Uno-card gooien... en kun je gewoon lekker je Nederlandse series blijven kijken is dat je in het zonnige oord zit. Fuck hun. Fuck hun allemaal. Ja toch. Dus, NordVPN via de link in onze beschrijving, kun je voor minder dan een kop koffie per maand en een maand gratis. Daarmee support je ons. Maar nog belangrijker, je portje, support je eigen portemonnee. Want als je YouTube Premium in Turkije afsluit, samen met NordVPN-abonnement, ben je nog steeds 50% goedkoper uit. En als je het allemaal zou doen zoals Koen het heeft gedaan. Daarom. Ook al woon je in Dubai. Je bent en je blijft een Nederlander. En Nederlanders zijn gewoon gierig. Dus betaal niet te veel. Precies, blijf die chollander vriend. Hou je ja, kaas hoog. De tjollander. chollander. Dan gaan we door, gaan we door met Hollandia. de aflevering nu. En dan, want dan kan je natuurlijk ook de keuze maken van, ik zit nu al heel diep in het software ding. Ik, ik bouw weer van scratch op, want focus is belangrijk. Ik zit in één ding. Mm -hmm. Ik kies dan toch, denk ik, als ik nu met ja. je zit, om een ander pad in te gaan. Ja. Hoe komt die keuze tot stand? Omdat ik er op een gegeven moment... Uh ja ik was, ik was klaar met het vak en dat kwam misschien door omstandigheden doordat het gewoon ja dat... ik had uh, we liep op een gegeven moment natuurlijk van uh, we waren out of money dus geen geld meer omdat gewoon de er kwamen geen nieuwe projecten binnen konden geen nieuwe projecten aannemen alles die oude projecten liepen in de soep niet allemaal natuurlijk maar een groot deel um, dus het eigen geld wat ik had uh, verdiend door de periode heen terug opnieuw ingestopt om het toch draaiende te kunnen houden personeel te kunnen betalen uh, sommige projecten te cancelen en eventuele aanbetalingen terug te storten. Dus ik had er op een gegeven moment zo'n nare smaak van. Want ik was natuurlijk persoonlijk was ik eigenlijk ook wel redelijk brook op een gegeven moment. Um, dat ik gewoon helemaal klaar was met die IT. Uh, die IT-branche. En door mijn eigen toedoen. Ik zeg niet vanuit ja, de, de IT-branche is, is shit. Want mensen gewoon door mijn eigen ervaring en door mijn eigen falen, uh, eigenlijk, dat is, dat is toch? Ja. Dus ik was helemaal klaar ermee. En ik, ik, toen toch, wat ik zei, heb ik een beetje zo'n aan-uit-relatie gehad met treden. En bij helemaal aan het begin. Ik dacht van, weet je, misschien toch maar weer dat is gaan oppakken. En gaan kijken van of ik hier toch wat serieuzer mee kan. Waarom? Ik heb alleen maar met mezelf te maken. Ik niks met iemand anders. Geen klanten. Geen personeel. Want vergeet ook niet, al het dat, dat personeel manager was... Uh, dat is een Joods gezegde. ja Een dat dat Joodse belediging is, ik mens je veel personeel. Ja. <laughs> <laughs> dus dat was... Uh, ja, en dan zeker in de IT-branche. <laughs> ik wens je veel India's IT-personeel. Oh, de was hoogste uh, belediging ja, dus die ik je was kan echt doen. Ik ben daar helemaal echt, klaar mee dat het heel is. Ja, ja. dus, dus ja. het enige waar ik gewoon mee met me te maken wilde hebben is gewoon met mezelf. En de rest ja. ik er helemaal helemaal scheidsziek van. Ja. Ja. Uh, dus dat was de reden van oké, okay, weet je, dit is het. Ik moet gaan traden, ik moet dat weer op gaan pakken en ik, ik ga ervoor ik denk dat elke ja. ondernemer wel eens in een fase heeft gezeten dat hij dat ja. ervaren oké okay, ja. hoor dat ja. hij ja. even denkt Jesus Christ kan ik niet gewoon niet met heel veel mensen werken ja, dus dat was de, de reden dat ik zoiets had van weet je ik ga dat weer uh, ik ga die uh, oude hobby want het was eigenlijk een hobby te voor de tijd gewoon weer oppakken. Want, ja. initieel helemaal aan het begin hoe was je überhaupt met day trading in contact gekomen, of met trading in het algemeen zeg maar want ik bedoel 2012 kijk inmiddels ja. zien we jou bijvoorbeeld op YouTube ja. veel langzamer naar nou, dan zit je gewoon een video te kijken en dan ineens bah, weet jij wat de mm. trading is in die tijd was dat, denk ik, nog niet. Nee, dus dat was door uh, crypto. Dus ik was vrij vroeg met, uh, ik weet niet meer wie of wat ervoor zorgen dat ik uh, in aanraking kwam met crypto. Dat kan me niet zo goed me herinneren. Maar ik weet op een gegeven moment dat ik wel bezig was met Bitcoin. Dus dat was er natuurlijk dan op een gegeven moment. En uh, ja, niet totaal niet de gedachte hebben van, weet je wat, ik koop dit als een investering en ik hou het vast totaal niet. Maar ik had wel zoiets van, weet je, ik koop, koop het en een paar dagen later verkoop ik het weer en ik heb een kleine winst. Ik hey. hey. voelde het als een kleine hack of zo. Van, ja, je hebt een, een <laughs> je hebt een glitch. Ja, een kleine glitch. <laughs> en uh, dus ik dacht: van, hé, hey, dit uh, is leuk, ik kan gewoon wel kopen. En dan een paar dagen later weer verder, ik heb totaal geen idee wat ik aan het doen was. Maar uh, waar zo kom... koop je dat überhaupt op dat moment? Dat was echt uh, uh, zo'n zo platform, wat toen een tijd ook later gehackt is, geloof ik. De oh. naam niet meer. De... Nice. Ja, dat was, uh, het ook niet uh, Ik was niet zo vroeg bij. Uh, uh, ja, uh, uh, later. Maar dat, uh, ja, dus dat dus dat daar gewoon mee spelen. En toen kreeg ik op een gegeven moment een advertentie van een redelijk bekende uh, Amerikaanse uh, penny stock trader. Dus wat, wat is een pennystok voor de mensen? Dat ze eigenlijk een uh, laagprijs aandelen. Dus aandelen onder de 5 dollar. Kijk maar even naar wat uh, Wall Street. Ja, precies. Kijk dat als Het je eerste weet dat, dat hij uh, doet, is uh, ja, dat Die weet wat pennystok is, dan moet je even. Ja, als dat hij. Uh, zeg maar, ingebaan, want hij eerst gaat hij werken bij die andere gast, toch? Ja, 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 niet bij Goldman Sachs of wat dan. Dan gaat hij daar, gaat hij weg. Ja. Dan gaat hij bij zo'n ander bureau waar iedereen niets nut is. Ja. En dan ja, ja, gaan ze investeren in penny stocks. Penny stocks. In penny stocks, penny stocks yeah. ja, Alleen dat was nog echt over de kanten. Dus dat betekent ja. dus dat je dat het gewoon echt uh, bellen inderdaad uh, en, en formuliertje. En, uh, maar toen penny stocks was er gewoon wel gewoon op de op de, op de Nasdaq gewoon uh, gewoon uh, uh, elektronisch. Uh, ja, handelen. Ja. Dus. <clears throat> Dus ik kom daar op een gegeven moment. Uh, dus ik was met dat crypto-gebeuren een beetje bezig. Een beetje aanrommelen. Uh, en toen kreeg ik op een gegeven moment een advertentie op YouTube. Van een kerel Timothy Sykes. Heet die, uh, heet die gast. Van uh, ja, verdienen duizenden dollars per maand. Met, uh, ja, met uh, penny stocks treden. En hij had er al miljoenen mee verdiend. Ik dacht, hé, hey, dit is interessant. Dus uh, daar uh, ingedoken. En toen in die wereld gekomen van de penny stocks. En daar was zoveel informatie over te vinden. Ja. Over penny stocks treden. Dat was echt insane. Er was gewoon heel veel over te vinden in Amerika dan. Engels Maar over Bitcoin toen, was het allemaal een beetje jezelfpressen. Er was niks over te vinden. Er was niemand zeg maar op, op YouTube bezig daarmee van, oké, okay, hoe treed je Bitcoin? Dus ik kwam toen in aanraking met die penny stocks. En daar was wel echt heel veel over te vinden. Dus toen daarmee aan de slag gaan, eigenlijk nooit meer omgekeken naar uh, dat hele crypto-wereldje. Ja. Uh, omdat, ja, daar, hoe moet je iets leren waar geen informatie over te vinden valt? Dat is cowboy. Ja, uh, Cowboy. Dus, Val te doen, maar en in ieder geval met de penny stocks was het gewoon, gewoon easier. Dus toen met die, uh, die Timothy Sykes al die video's zitten bekijken, volgens mij zelfs zijn cursus toen nog eens een keer aangeschaft, geloof ik, of een cursus van iemand anders. Uh, hij is er volgens mij nu mee gestopt, maar dat was een beetje de, 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 de grootste guru toen in, in, in Amerika, qua, qua penny stocks. En hij uh, heeft er voor mij in ieder geval voor gezorgd dat ik verder die wereld in ben gaan duiken. Uh, dus uh, Cool. Dus we dus zo doen ja ja is ja. ja. yes, en dan en dat hij inspireert je of tenminste hij geeft jou dan de informatie die je nodig ja. hebt om wat meer in penistochs te gaan investeren mm -hmm. toen het duurde toen nog anderhalf jaar voordat je winstgevend was of was het daarvoor al gelukt ja da daarvoor was het wel een beetje maar uiteindelijk denk ik voordat je dat, dat het echt gewoon consistent was is zo'n jaar anderhalf jaar geduurd en ja. Ja. verloopt dat dan met je, je softwarebedrijf loopt langzaam af. En dan begin je ja. tijdens dat al met ja, treden. Dat en dat dus, neemt elkaar ja, dat langzaam was dus... Mijn over. softwarebedrijf liep al een beetje af. En toen ben ik op een gegeven moment dus eigenlijk gaan, gaan side hasselen Zeg maar van oké, okay, ik moet dit als vervanger eigenlijk gaan, gaan, gaan doen. Dus ja. weet je, ik stop daarmee uh, en dan ga ik daarmee verder. Maar dat was dat natuurlijk wel een beetje... In, in elkaar liep dat over. Ja. Een soort van ontsnapping, ook een soort van, ja. van uh, ja. als het niet ja. daaraan denk kan ik hier zeg maar, mijn aandacht en energie in ja. stoppen. Ja. 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 Aan en de ene kant dan... kan ik me dat voorstellen. Maar aan de andere kant is het denk ik best een stressvolle situatie dat je bedrijf een soort van langzaam aan het aftakelen is. Ja. Mijn eerste impuls zou dan niet zijn. Laat ik gaan daytraden. <laughs> wat totaal niet stressvol is. Want je zit dan misschien al in een soort van negatievere flow. Ja. Omdat alles kut gaat. Als je dan ook nog elke keer trades geld kwijt. Geld kwijt. Nou, dan zou ik ja. denk ik op een gegeven moment echt denken. Wat is dit allemaal? Sorry. Ja, op een of andere manier had ik toch wel echt uh, het. Uh, Natuurlijk stressvol, tuurlijk, ja, ja, maar toch had ik dat gevoel van ja. Dit is het, weet je. Ja. Dit, uh, ik wil dit, dit, dit willen leren. Hoe ja, kwam met, dat? Uh, Want dat is iets wat je tegenwoordig heel veel fout ziet gaan. Iemand ziet een dropship cursus, gaat het kopen, ja. gaat het doen. En dan ziet hij YouTube Automation. En dan denk die, oh, dat is Shiny uh, Object Syndrome. Ja. Gaat hij dat proberen? Ja. Waarom was jij zo vast, steady minded daarop dat je dacht: dit moet het worden? Hoe kwam dat? Ja, omdat ik, ik geloofde er gewoon echt in van oké, okay, dit, dit is mogelijk. En ik had het ook gewoon ook gezien. Gewoon zeg maar, ik had natuurlijk een paar keer ook wat winsten gepakt en zo. Dus ik zag van oké, okay, ik had heel snel proof of concept. Dus het ja. feedback waar we eerder over, over spraken, ik had heel snel die feedback en heel snel die proof of concept van hé, hey, dit kan werken. En ik had ook wel redelijk snel door dat als ik geld aan het verliezen was, dat het door mijn eigen emotionele stupidity kwam. Uh, dus ik dacht van ja, ik wil wel gewoon die ja. uh, mee doorgaan. Dus. dus en andere businessmodellen, ik was er ook niet zo heel erg van. Ja, nu is het heel erg van oké, okay, je kan dropshippen, je kan YouTube automation doen of zoals je zegt. Maar toen was het allemaal niet zo heel erg. Nee, maar nee. dropshipping, wat de hel is dropshipping? Dus, uh, ja. dus toen was het helemaal nog niet zo dat, uh, dat er zoveel opties waren. waren er waren misschien wel opties, maar ik was er niet van op de hoogte in ieder geval. Ja, ja, dat is ook echt dus, de downfall van nu al die opties. Ja, ik denk dat mensen ja, daar, daar ten onder ja, gaan. Dat ze ja, alles een beetje proberen ja. en niet erg zich vier jaar lang in vastbijten. Ja, maar ik, ik ja, ben klopt. toen tegen dat training aangelopen. En ik heb toen een tijd in ieder geval youtube Automation nog nooit van gehoord. Uh, dropshipping uh, later wel in aanraking mee gekomen, maar ook toen nooit van gehoord. Dus ja, wat je zegt, want dat was gewoon... Ja, grappig ja, ja. ja. En het is wel interessant dus. Hè? Je woont in Zeeland, er gebeurt niet zo heel veel. Dan kom je op zo'n site, Ik ga je een beetje op adverteren. Nice, dan kom je op een gegeven moment op de optie om een stage te gaan lopen. Mm -hmm. Bij jou loopt het best wel qua keuzes, mm -hmm. heb je nooit echt heel veel keuzes gehad. Je woont niet bijvoorbeeld in Amsterdam waar je 10.000 verschillende keuzes hebt. Mm -hmm. Je woont in Zeeland waar het ook allemaal wat rustiger is. Mm -hmm. je in China, waar je ook altijd zeg maar, een soort van in de bubbel hebt gezeten. Yeah, yeah. En dan ga je nu naar het traden, mm -hmm. wat eigenlijk ook wel gelijk een bubbel is. Want als yeah. je daar eenmaal in zit, dan is yeah. dat ook je hele wereld. Yeah. Um, is dan ook zeg maar. Je openheid daarin ook wel wat, wat laag of zeg van: nou, Ik vind wel heel veel dingen interessant. Of heb je gewoon dat je op één ding focus en dat heeft ook je hele leven dan? Nou, ik heb, ik heb uh, mijn main focus altijd training geweest. En Ik denk dat het ook tot nu toe steeds nog mijn kracht is. En de kracht van alle dingen die ik doe om trend te trainen. Ja. Maar ik ben wel ook in, daarna ook wel in aanraking gekomen met andere dingen. Dus op een gegeven moment, uh, vrienden van mij zijn in de e-commerce uh, gegaan. Uh, mijn eigen broertje is ook in de e-commerce gegaan. Dus tuurlijk, ik heb ik daar heel veel uiteindelijk heel veel van meegekregen en ook uh, meegedaan in een aantal projecten met vrienden en, en mijn broertje. Um, dus uiteindelijk later is het wel gekomen. Maar mijn main ding is altijd trader geweest. Dus ja. ja, ik heb wat mee kunnen snoepen van de e-commerce. Uh, toen was het een beetje hype. Nu is ja. het gewoon normaal. Um, maar het was altijd, het was altijd een sideproject. Want ja. ik doe mee en, en, en we doen het samen. Maar voor mij is het een sideproject. Want mijn main ding is, is het treden. Ja. ja. Oké, okay, dus dat wel. Ja, dat is altijd om, Ook omdat ik daar ook de meeste schaalbaarheid ook in zag. En, 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 ook, en waarbij je alleen jezelf alsnog... Gewoon, het is je eigen ding. Dus je eigen... Hoezo punt. is het schaalbaar dan? Nou, omdat of je nou een ton of 10 euro erin treedt. Ja, het zeg maar, is gewoon de, eigen, de enige... Uh, het enige limiet wat je hebt aan, aan een, of het enige plafond wat je hebt met het verdienen van, van traden, is puur je psychologische plafond. En uiteraard het tradingkapitaal, wat in je, in je, in je portfolio zit. Um, maar als je dat over de jaren kan groeien, dus zowel zeg maar die psychologische barrier omhoog kan krikken, plus natuurlijk je portfolio kan laten groeien. Als je dat dat jaar in jaar uit blijft doen, dan is het Sky letterlijk de limit en soms hoor je mensen wel zeggen van ja, weet je, maar wanneer kom je nou eens een keer tegen een probleem aan dat je niet meer kan schalen? Ja, dan heb je het over, over miljoenen, miljoenen, of honderden miljoenen. Dus ja. ja, er is ja. Ja, want dat, het is toch het ding is dat het wat ik net zeg van of je nou 100 intypt voor de trade ja, die doet ja, of 100.000. Ja, ja natuurlijk wel een week. beetje, aan, zeg maar hoe kort en snel je trade is. Ja. Maar als je wat ik zeg, die trades van die een dag of twee dagen of drie dagen duurt. Dan, dan als, je, als je dan ooit een keer tegen een schaalprobleem aanloopt, nou, dan uh, ja. dat is geen ja. probleem meer, dat is een luxe. En denk je ja, wel precies. eens na over dat meestal in de bedrijven hoor je vaak van, nou op een gegeven moment werk je heel veel in je bedrijf, dan moet je op een gegeven moment aan je bedrijf werken, zeg maar dat je ook misbaar bent. Als je gaat traden, moet je vaak ook wel gezien als iemand die echt als een ondernemer natuurlijk. Mm -hmm. um, maar je bent zelf wel altijd aan het traden. Je bent ja. zelf nog natuurlijk actief mee bezig. Of je moet op een gegeven moment inderdaad traders gaan. Aannemen die dan het werk voor jou gaan doen, is dat zeg maar ook een bepaalde manier om het gaan opschalen? Um, wel, wel een leuk bruggetje wat je legt trouwens nu. Maar in feite met, met, uh, met traden, is, jij bent de trader uiteindelijk. Ja. Dus, dus als je niet treedt, dan, dan verdien je niks. Tenzij, en dat is een beetje ook maar net hoe je er tegenaan kijkt. Als je dus de trades plaatst voor een aantal dagen, ja, hoeveel werk stop je er nou daadwerkelijk in? Dus ja. Weet je, je hebt echt ergens wel een uurtje de tijd om een om een analyse te doen en eventueel een trade voor te bereiden en die trade een aantal dagen te laten lopen. Dus zeg maar hoe hoe aanwezig moet je zijn is dan eigenlijk de vraag toch? Ja. Maar aan de andere kant, ja, jij kijk als als er iets met mij gebeurt, of ik ben bijvoorbeeld echt letterlijk echt op vakantie waar ik geen internet heb of iets dergelijks, ja, dan zou ik als trader, als ik mijn andere onderneming niet zou hebben, dan zou ik als trader inderdaad niks verdienen. Ja. Dus zou je dan andere mensen kunnen aannemen om te gaan traden? Um, ik ben wel met een project bezig waarbij dat, uh, dat het geval is. Maar uiteindelijk zeg het maar, je hebt je eigen strategie en, en, en dan ja, dus is het overbrengen dat naar andere traders. Iedereen heeft zo zijn eigen manier van traders. Dus dat is wel lastig. Het is niet zo zeg maar, met een dropshipping winkel of een e-commerce winkel dat je zegt van, uh, dit is de flow. Ja, um, Doorlopend maar. Doorlopend. Uh, Want iedere trader heeft toch een beetje zo zijn eigen touch. Ja, eigen touch. Ja. Ja. Vind je dan ook... Dat een trader een ondernemer is? Ja, wel. Wel? Ja. Oké, okay, ja, ik, ik heb altijd het idee van niet, maar dat is omdat ik ondernemer heel erg zie als inderdaad dus systemen creëren waar jij van weg kan ja. lopen, die op zichzelf blijven draaien. Ja. Ik denk dat het wel een vorm van onderneming is, okay, ja. Oké, cool. Ja. Ik, het, met, het is trouwens niet van dat ik het dan niet respecteer hoor, maar ja. ik denk dat het wel... Een hele andere game is gewoon. Ze ja, is echt heel anders. Het is ja. wat je zegt uitbesteden, ja. schalen. Het ja. hele spel staat anders dan ja, het is klassieke wel anders. ondernemers. Ja, 100 Maar, ja. maar hey, ik denk dat wel een treden. Je mag het wel. Ik denk dat het juist goed is om te zien als onderneming. Oké, okay, cool. Ja. Ja. Je bent sowieso ondernemend. Ja. ja. Oké, okay, nice. okay, cool. Hoe tekenen? lang uh, duurt het voor? Oh, sorry. Nee, maar, ja, ik kan nog ja? wel. Hoe lang duurt het voordat je echt kan leven van traden? Want dat lijkt mij best wel een. Uh, ik weet niet, ingewikkeld ding. Wanneer kan je fulltime leven van treden? Want je hebt kapitaal ja. waarmee je treedt, maar dan moet je dan wel steeds winst opmaken. Alleen als je die winst gebruikt om van te leven, blijf ja. je met hetzelfde kapitaal treden. Hoe ja. ga je dat balanceren? Hoe ja. ga je daarmee om? Ja, goede vraag. Dus de, de het ligt aan je kapitaal. De, dus, dus hoe meer kapitaal je hebt, de makkelijker het is om natuurlijk dan sneller ervan te gaan leven. Um, maar de vraag is ook van oké. Okay, uh, is is, is het nodig om het traden het enige te doen dat dat traden het enige is wat je doet. Omdat het zo weinig tijd kost. Mm -hmm. uh, dus ik zeg altijd van dat je, als je, als je trader bent en je hebt het onder de knie, uh, ga ook wat andere dingen doen. Want why, why not? Wat, wat ga je aan de rest van de dag doen? Ja. Dus, dus dat is één. Dus is het dan je enigste inkomstenbron voor heel veel traders, ook voor traders die ik ken die, die echt heel veel poen uh, maken? Die zijn nooit alleen met traden bezig, zijn altijd ook met andere dingen bezig. Ook, dan, ja. Want why not? Dus dat even terzijde. Wanneer kan je ervan leven? Dat ligt aan je, aan je levensstijl. Dus kijk, uh, sommige mensen kunnen, kunnen ideaal rondkomen van een paar duizend euro per, uh, per maand. Dat, dat kan je heel snel bereiken. Um, maar als je een levensstijl hebt waarvan je... Hold vliegt bijvoorbeeld. Dat is mijn ja, geval. Als um, <laughs> je in de en, en van, van leuke dingen houdt. Ja, kijk, dan, ja. Dan, uh, dan mag je wel wat, wat harder uh, aan ja. de bak. En dan gaat het wel wat langer duren. Of heb je wat meer kapitaal nodig? Dus en maak je dan... om even concreet, oh, sorry. Sorry, ja. concreet antwoord te geven op je vraag. Ik denk dat je realistisch ervan uit mag gaan dat je ergens tussen de tussen de zes en de twaalf maanden uh, een, een, een begin kan maken van oké, okay, ik kan wat geld in mijn account gaan halen. Oh. En, en dat ja. Afhankelijk natuurlijk van hoe groot je account is daarop doorgaand vraag ik me dan af um, je spreekt waarschijnlijk met jezelf een loon af zodat ja. je niet weet je denkt oh, ik heb deze maand supergoed getraind, mm. uh, deze keer 50.000 euro want we hebben toch allemaal, weer dus ik kan me voorstellen dat je daar een standaard instelt mm. of percentages of whatever hoe doe je dat als je een langere verliezende streak hebt ik weet niet of dat gebeurt mm -hmm. maar je dus bijvoorbeeld ineens een maand lang eigenlijk best wel veel verlies hebt, waardoor je verlies laat in een maand hebt ja. dan ga je nog steeds jezelf denk ik wel je moet ergens van leven hoe balanceer je dat dan ja dus wat ik ik had uh, toevallig vorige maand was het voor mij een, een negatieve maand. Uh, ik deel altijd op Instagram, altijd gewoon iedere einde van de maand de uh, good en de bad. Ja, uh, cool. Vorige maand was het de bad. Dus ja, wat doe je dan is gewoon, gewoon geen geld eruit halen. Dus wat, wat ik doe is, uh, uh, ik heb gewoon een vast bedrag wat in het portfolio zit en alles daarboven, aan het einde van de week, als het veel is, uh, haal ik het einde van de week eraf. En als het wat weinig is, dan haal ik het pas einde van de maand eraf. Cool. Dus uh, zak ik onder die grens, dan is het einde van de maand geen paycheck. Oké, okay, net zolang, zeg maar, totdat ik weer boven die, die ja. grens zit, en dat is het nadeel van van traden, Maar wellicht met ondernemen ook, het is het is ja. uh, je hebt geen garantie dat je iedere maand een paycheck hebt. Eens, eens, uh, ja, dus en true. dat is met traden zo, dat is met ondernemen zo, en dat uh, name of the game is name of the game, inderdaad. Maar dat is hoe ik het manage. Ja, wat is dat minimale bedrag dan waar je op wil zitten? Um, dat is bij mij voorheen heel, is voor mijn begrippen hoog geweest. Ik heb eerst een, een hele lange periode met een miljoen in mijn account gezeten. Mm -hmm. uh, op een gegeven moment tot de realisatie gekomen van is eigenlijk niet nodig. Waarom niet? Omdat je gebruik kan maken van leverage. Dus ja. je kan uh, uh, op een goede manier gebruik maken van leverage. Waardoor je uh, een deel van eigen broker zijn geld gebruikt om te gaan handelen. Waardoor je zelf minder in je account hoeft te hebben. Uh, en dat is alleen maar een voordeel, denk ik, want hoe minder geld er in je account zit, hoe beter je dat geld wellicht weer kan investeren in andere zaken. Dus, Warren Buffett zegt dat toch altijd. Dus, beter gokken met andermans geld dan met je ja, eigen dus, geld. Dus, ja, niets. leverage is dan dus, uh, dus ik zit nu afhankelijk zeg maar van of, uh, of ik hier uh, toevallig met een vastgoedprojectje met een, uh, bezig waardoor ik wel wat geld nodig had en eruit moest halen. Maar normaal gesproken zit het dus 250.000 en de 500.000 ja. waar ik mee treed. Mm -hmm. uh, net even afhankelijk van of, of, of ik wat moest schuiven zeg maar met, met andere investeringen. Maar dat is een beetje de grens. Dus. Cool. De rest voer je dus aan met. De rest, met de, uh, dus, uh, de rest. Dus ja, dus je hebt uh, keer 5 leverage. Ja. Uh, en je, soms kan je ook leverage producten traden. Dus dan. Meer dan voldoende, zeg maar. Oké, okay, dan ik heb ik een kleine side quest. Voor oh. leverage kun je ook twee keer of tien keer doen? Of is het altijd... Ja, in de aandelenwereld is het net iets anders. Jij hebt, denk ik, dit refereert meer naar de crypto-wereld... Crypto waar je inderdaad kan kiezen van je doet keer tien, keer twintig. Ja. Uh, bij aandelen en opties gaat het net iets anders. Een optie zelf is al een leverage product. Ja. Uh, keer honderd. Um, en aandelen, die kan je dan kopen... afhankelijk van de broker, keer vijf. Dus kom een keer vijf uh, ja. leverage. Dan heb ik nu dus wel echt mijn kleine side quest. Want ik weet dus niet precies wat leverage nou precies inhoudt. Ik weet dat je als je gains maakt, het sneller gaat en los. Dus je sneller rack draait ja, ja, ja. Maar waarom of hoe? Kan je dat ja, kort dus uitleggen? Het is dat heel ingedikken. gewoon een hefboom. Ligt dus, uh, wordt het ook wel genoemd. Dus wat je met leverage dan is. Stel je storten bijvoorbeeld even die 250.000 dollar. Dus je hebt 250.000 dollar op je, op je account. De broker geeft, jij dan, geeft jou dan buying power, zoals we dat dan noemen. En dat is dus eigenlijk aankoopkracht. Mm -hmm. um, keer vijf. En dus dat is dan zeg 1,25 miljoen. Oké. Okay. Ja, om, om mee te handelen dan. Dus dat is eigenlijk, de, voor dat bedrag kan je dan gewoon gaan, gaan handelen. Kan je aandelen kopen. Ja, en ja en dus. Okay. Um, en als jij alsnog wel gewoon je risico, en dat vergeet veel mensen. Als jij je risico baseert op je eigen geld, dan ben je goed bezig. Ja. Dus je gewoon de 250.000 euro als voorbeeld. Als je daar je risico op baseert, dan kan je keer 100 leverage gebruiken. Keer 200 leverage gebruiken, maakt niet uit. Want je hebt alsnog baseer je risico op die 250.000 dollar. Ja. Uh, dat is goed. Waar heel vaak fout gaat, is dat mensen zeggen: Weet je wat, ik heb nu die anderhalf, 1,25 miljoen. Uh, ik ga mijn risico daarop baseren. Mm -hmm. Dan gaat het fout. Want dan, wat je eigenlijk doet, is dat je je risico keer 5 gooit. Want je gooit je risico eigenlijk. Uh, op basis van de aankoopkracht uh, die je hebt... dat vertaalt zich dan vervolgens naar je eigen geld. En dat is dan keer vijf. En dan wordt het wel tricky. En is het dan zo dat je eigen geld gewoon sne veel sneller op is? Of ja, kan ja, je ook een ja, schuld want, opbouwen? Nee, je kan geen... Uh, dus okay. wat, wat er gebeurt is... Uh, uh, hoe groter jij de posities inneemt... Uh, als jij verlies begint te leiden... dan gaat dat verlies van je eigen geld af, niet van de broker. Juist. Um, en dat, als je dan overleveraged bent, zoals we dat te zeggen... dat je teveel gebruikt of je risico dus baseert op die leverage... Dan gaat het hard. Dan, 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 mm -hmm. en dan versneelt het. Dan dat het vijf keer zo snel gaan, dus. Ja, 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 ja. exact. Um, kan je in de min komen te staan? Ik denk dat er vroeger situaties geweest zijn waar dat kon. Uh, maar nu is alles zodanig geautomatiseerd. dat de broker op een gegeven moment gewoon een, een soort met van safety net heeft ingebouwd. Op het moment dat je daaronder valt, uh, worden automatisch al je posities gesloten. of ze openen eventueel een positie om, de, om je posities recht te trekken. Ja, um, dus, uh, dus kan je. In, in de te staan of in de schulden in, tegenwoordig niet meer. Ja. En je zei net risico, ja. betekent dat je success rate of je faul rate? Ja, risico is meer van oké, okay, hoeveel ben ik bereid te verliezen op een trade? En dat, dat, mm -hmm. dat berekenen traders vaak in percentages. Dus je ja. zegt van ah, ik ben bijvoorbeeld 1% bereid van mijn kapitaal te verliezen. En die 1%, en dat is dus waar het fout gaat, die 1% bereken je op je eigen geld ja. en niet op je leverage wat je krijgt van ja. de Ja. Dat is een fout die heel veel mensen maken, waardoor ze dus inderdaad... Kapot ja, je stelt je stop los, dus een stuk ja. hoger of ja. op een veel minder laag bedrag. Ja. Want het is dus eigenlijk zo, als ik het goed begrijp, dat met leverage trading, stel je voor dat de leverage even keer 10 is. Mm. Dat als ik een euro heb, hij gaat 1 euro omhoog, gaat die 10 euro omhoog, ja. omdat ik hem 10x geleverd ja. heeft. Maar dat werkt ook de andere dat werkt ook kant op. Andere kant op ja. Exact. Ja. Oké, okay, clear. Duidelijk. Dat was even mijn uh, persoonlijke sidequest. Ja. Dan snap ik eindelijk wat, uh, ja. Ja. wat leverage le is. Leverage is gewoon je, is, is je grootste vriend als je er gewoon goed mee omgaat. Ja. Uh, omdat van, ja, weet je, je hebt die miljoenen in je account niet meer nodig. Want je kan en dat is hetzelfde geld voor iemand die klein begint. Uh, je hoeft niet uh, je, je hele spaargeld erin te gooien. Je kan een, een deel doen. Ja. Uh, en dan gewoon op uh, verantwoordelijke manier met leverage omgaan. Dus dus uh, je hoeft niet je eigen geld als die buying power te gebruiken. En dat is eigenlijk de, de, de hack, zeg maar. Die, die, en ja. jij bent dan, begint dan met treden. Uh, jouw andere inkomen neemt steeds meer af en, en sterft langzaam af. Ja. Met hoeveel geld begin jij dan zelfs met treden? Moet je dan ook elke keer bijstorten, omdat je dus de hele tijd verliesgevend bent? Ja, ja dus ik, had, uh, ik ben begonnen met zo'n 5000 dollar toen de tijd. Uh, dat uh, verbrand, toen nog een paar keer 5000 dollar, ook heel de tijd verbrand. En ik weet niet precies wat het exacte bedrag was, waar ik op een gegeven moment wel mee... Uh, succesvol ben gegaan maar het zal niet meer geweest zijn dan een paar duizend dollar uh, heb ik bijgestort de periodes ook in de tijd dat het goed ging dus uh, op het moment dat het goed gaat gewoon ja van oké okay, nu gaat het goed ik wil gewoon meer verdienen dus in trade als je meer wilt verdienen moet je meer kapitaal hebben dus ja. meer bijstorten dus dat ik heb zowel bijgestort in de tijd dat het niet goed ging maar ook bijgestort ja. in de tijd dat het juist wel goed ging klinkt het wel als je zeg maar je zegt een paar keer vijfduizend dollar ja Voor heel veel mensen die te kijken denk ik, ja nog geen 15.000 dollar bij in... Om, uh, om een skill te leren, ja, inderdaad. Ja. En dat doe je drie keer. 5.000, 15.000 dollar. is best wel uh, goed. Ja. ja, maar dat was op dat moment mijn keuze. Maar ik ken ook mensen die beginnen met een paar honderd dollar. Dus het ja. is maar net wat je wilt, zeg maar. Ja, want, want je, je lessen kan dus ook blijven, blijven hetzelfde, toch? Ja, ja, je je kan ja. ja, ja. Kleine ja. trades doen. Ja, ja, 100%. Dus ja. winningen. 100%, 100%. Dus okay, het is waar, ja. dat, was, dat was voor mij op dat moment mijn keuze. Uh, en daar was ik op dat moment comfortabel mee. Maar je kan ook beginnen met, met een paar honderd euro, absoluut. Want dat vind ik ook wel interessant aan traden. Dat je zelfs al is heel de emotionele ro rollercoaster dan anders, maar je kan zo toch zelfs met van die spoof accounts achtige, maar dat je gewoon niet eens met je eigen geld ja, treedt. Ja, je maar kan ook gewoon, gewoon alsof. Uh, uh, paper treden. Ja, uh, ja uh, precies. Ze dat is dus dat is gewoon eigenlijk op een demo account. Nou, ik ben een van die personen geweest die nooit een demo account heeft aangeraakt. Ook weer, want het even, weet je, we proberen het wel en we zien wel. Ja, echt een, een echte fan. Ja, een echte fan. <laughs> maar. Uh, maar ja, het is aan te raden om eventjes het platform te leren kennen waar je mee werkt. Ja. En dan, ja. En, ja. Want het is je niet gelijk vijf ruggen er tegenaan pompen. Ja. Want wat jij zegt inderdaad, kijk, jij zegt van ja, kleinere bedragen, minder emotioneel. Maar aan de andere kant, jij zei ook van, soms voel je jezelf over, uh, juist dat je, dat je het aan kan, dat je juist grote bedragen kan winnen. Juist omdat het klein is, is het moeilijker om jezelf te gaan beheersen, om ja. met kleine aantallen door te blijven gaan. Dat is met poker. Als je gewoon een klein beetje geld speelt, exact. Dus het heel voor heel veel mensen ja, het dus is het beschijken. moeilijk om jezelf te beheersen. Ja. Ja. mensen ze scheiden. het Kan toch maar maar 500. Ja. Ja. Is een hele, hele goede inderdaad. En dat is ook wel van oké okay, wat ik wat ik ook veel zie bij ons in de trading community is dat, dat dat mensen daar tegenaan lopen van ja, luister ik ben met een klein bedrag aan het traden, maar ik voel er niks bij man. En ja. uh, ja. ja, was de oplossing? gewoon meer erbij storten dan net zolang tot je op een niveau zit waarbij het uh, Genoeg pijn doet. Genoeg pijn. nee, nee. Dat het nee maar dat ja. je dat je serieus neemt. Dat, ja, je zegt ja, van, ja. Hè? dat je zegt van oké, okay, weet je, dit is een bedrag waarbij ik uh, gewoon serieus uh, een overweging maak van, van uh, is dit een goede trade, is het geen goede ja, dat trade? Interessant, ja. En dat is misschien ook als je een keer uh, naar, naar een casino gaat of zo. En ik wil eigenlijk casino en trade niet in één, één zin noemen, maar, nee, dat, maar dat je kijkt met een paar tientjes aan het spelen bent, dat maakt het maakt helemaal niet zoveel uit. Uh, maar dat is je met grote geld dat je misschien net even iets beter nadenkt. Ja. Zeg maar. Dus. Ja. dus ja, poker roulette. is daar wel een mooi voorbeeld poker is Daar een bepaalde ja, bepaalde kan je wat bepaalde bepaalde meer strategie behandeld. toepassen ja, Bij roulette is het een beetje, ja. 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 Oké, okay, dus... Uh, maar dat betekent dus, op een gegeven moment kan je dus een beetje geld mee gaan verdienen. Je hebt dus een paar keer 5000 euro voor betaald. Of tenminste overgemaakt. En daarna ja. gooi je op een gegeven moment een beetje geld mee te mm. verdienen. Wanneer kwam omslagpunt dat je zei van, oké, okay, dit wordt echt... My life, my focus, my business. Wanneer kwam ik... die day trader in je bio op Instagram? <laughs> het echt officieel was. <laughs> uh, die kwam ik volgens niet. mij na mijn eerste 10.000 dollar maand volgens mij. Oké, okay, ja, nice. Toen dacht, ja, 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 ik dacht van ja dat je nu lekker 5-figure trade. Ja, weg, uh, juist, ja. <laughs> nice. ja. Maar toen ging je dus. zat je nog in China of was je toen nog weer terug? Nee, toen zat nog in Hongkong. Hongkong, Hongkong. Hongkong, ja. ja, 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 ja. ja. Want hoe ontwikkelt je leven zich op dat moment? Want je had, denk ik, een beetje identiteit, it ondernemer dit dat. Ja. Dat gaat een beetje weg. Je gaat iets nieuws doen. Mm -hmm. Ga je met andere mensen om. Blijft dat wel allemaal best wel hetzelfde? Jouw routines worden misschien ook heel anders. Want je zegt ja, drie vier uur en dan is mijn dag wel voorbij. Mm -hmm. Ik Kan me voorstellen dat het vergeleken met het IT dat waarschijnlijk heel de dag mails, belletjes, dit mm -hmm. dat. Ja. Hoe gaat die ontwikkeling daarin, de verandering in je levensstijl? Die ging redelijk geleidelijk. Dus dat, eh, zoals, je, eh, zoals je vertelt, dat het bedrijf ging, ging op een gegeven moment kapot. Uh, ik heb op een gegeven moment wel met een aantal klanten afgesproken waar ik goed mee was. Ik zei van weet je, ik, ik, uh, ik wil graag gewoon uh, jullie projecten, in plaats van het helemaal uh, terug te geven en terug te betalen, et cetera. wil ik dit op zich nog wel op eigen houtje nog even afronden. Uh, dus gewoon met mijn eigen skills in plaats van outgesourced. Dus, dus dat heb ik nog een tijdje gedaan, ook naast het traden. Dus het is redelijk soepel gegaan. Redelijk in elkaar overgelopen. Dus. Uh, dus ja, mijn dagen. Ik zat toen in, in, in Hongkong en uh, de Amerikaanse markt waar ik op treed, die gaat daar uh, open rond half tien s avonds Dus uh, dan was ik vaak tot een uurtje of twaalf bezig. Twaalf, één. En overdag was ik dan uh, eigenlijk die oude klusjes nog aan het oplossen. Um, dus, uh, dus ja, dat, dat was mijn, 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 mijn ritme. Maar ik was er wel over aan het praten. Ik was enthousiast natuurlijk. Dus ik was wel van, ja. hé, hey, weet je, ik, ik ben met iets nieuws bezig. En uh, uh, tegen. Uh, andere ondernemers en vrienden waar ik toen mee omging, uh, vertelt van nee, hey, hier ben ik mee bezig, gaat best wel goed. En, ja. 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 Hoe voelde jij je destijds? Was je gewoon uh, een optimistische guy? Nou, toen het bedrijf kapot ging, was ik wel redelijk. Uh, was wel even stuk. Ja. Maar Dat was wel even een deuk in uh, ja, gewoon even in, in het zelfvertrouwen ligt even. Ja. Was het ook misschien het moeilijkste moment van je leven? Ja, je toe? Ja. Ja, want ook wat, ik zat ook natuurlijk, uh, ja, ik moest gewoon veel oude troep oplossen ook. Hè? Dus het was natuurlijk, ik wilde wel alles gewoon goed achterlaten. Uh, en ik wil gewoon de relaties, ondanks dat projecten niet gelukt zijn, wil ik wel zo goed mogelijk oplossen. Dus ik heb best wel een lange periode gehad waarbij ik eigenlijk gewoon shit aan het oplossen was. En dat was wel, dat was een, niet een hele leuke periode. Nee. Was jij daarin dan... In dan... Conflict vermijden, want dat zie ik om me heen best wel veel. Mensen die vrij introvert zijn, ja. hebben vaak ook een iets meer conflictvermijdende aard. Omdat ze zoiets hebben van, ja, ik hou niet van heel die verbale eh, discussie. Ja. Had je dat ook mm. of was dat iets waar je actief tegen moest vechten? Nou, ik, ben, ik heb dus onlangs iets gelezen dat introvert of extrovert zijn niet per se te maken heeft met conflicten aangaan. Maar dat dat met vriendelijkheid te maken heeft. En als je dus hoge vriendelijkheid hebt, dat je daardoor minder snel de conflicten durft aan te gaan. Oh, oké. Okay. Slechte vraag dan. Nee, nee, het was gewoon de nuances, toch? Ja. Dus we gaan er ja, gewoon voor nee, van. Okay. Uh, dan de onderbouwing komen, weg, maar ja. meer van... Was het voor jou lastig om dan dat aan te gaan? Van, om dus continu met mensen die conflict... Uh, was je conflict vermijden daarin Of had je zoiets van, nee, we pakken het wel gewoon aan, we lossen het op? Ja, ja kijk, eerst, kijk, kijk, als dingen fout gaan... wellicht de eerste reactie die je hebt is kop in zand en het zal wel. Um, maar ja, daar... Weet je, dat, daar, daar los je niks mee op, weet je? En uiteindelijk, het wordt ook wel weer gewaardeerd dat als je gewoon zegt van, hij fucked up, weet je? En, en hoe kunnen we het oplossen? Um, ja. En dat heb ik ook wel gemerkt. Dus op het moment dat de dingen fout gaan en, en je, je geeft dat toe, dan krijg je over het algemeen niet altijd, maar dan krijg je over het algemeen wel de kans om het op een normale manier uh, op te lossen. En dat, dat heeft uh, ja, conflict vermijdend. Nee, dan uiteindelijk niet. Dus ik heb wel altijd tegen de klanten gezegd van ja weet je dit uh, dit is het en uh, uh, ik lost graag met je op ja. um, maar dat is uh, ja geen leuke periode absoluut niet want het is je bent alleen maar shit aan het opruimen ja, ja. verdienen ja, nog hoofdbein. wel een beetje knaken? of uh? ja, wel, er waren wel wat klanten die mij gewoon tijdens het het, het, het shit opruimen zeg maar wel gewoon betaalden daarvoor ja dus je wel dat dat was op zich een probleem niet maar ja hoe zit het dan met personeel want je had uh, aardig wat personeel rondlopen dus ja. moment ontslaan, hoor. alles ontslaan, Frozen. gewoon allemaal in één keer. Uh, dat ging geleidelijk. Ja, geleidelijk. Ja, ze dus gaan ja, hetgene wat we nog konden betalen, dat hielden we. En op dat dat dat, dat werd, dan natuurlijk, steeds minder en minder. En op basis daarvan gingen mensen weg. En ja. wisten ze dat zelf ook? Zeg maar, van ja, ja, ja ook, ook gewoon open ja. gecommuniceerd. Ja, ja, ja. 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 lastig. Ja. Hey, en dan uh, dan breekt je tradersperiode, uh, ja. het tijdperk aan. Hoe, hoe gaat dat dan verlopen, zeg maar? Van, ja, dus dat dat een aantal jaren gewoon op eigen houtje gedaan. Eigenlijk ja. gewoon zelf uh, gedaan. Um, en toen op een gegeven moment ben ik wel terug gegaan naar Europa. Um, dat was in eerste instantie een beetje van een tijdzone. Want ik dacht van ja, weet je, het is wel aan een late kant heel de tijd. Um, dus ben ik teruggegaan naar, naar Europa. En toen heb ik, uh, dat is eigenlijk het moment dat ik toen mijn overtreden ben gaan praten ook. Dus en over en dan bedoel ik meer van oké okay, op, op mijn socials. als dus op Instagram. En... Toen een periode later wat YouTube video's gaan maken. Van oké, okay, weet je, hier ben ik mee bezig. Um, en zelf gewoon door blijven treden. Dus dat was uh, dat was wel een beetje mijn, uh, mijn, ja. mijn main, main ding waar ik mee bezig was. En daarnaast vond ik het gewoon leuk om daar op, op social media over te vertellen. Kijk, de mensen ja. waar ik mee omging, die wisten uiteraard al dat ik een nieuwe weg was ingeslaan en dat het wel, uh, wel goed ging op een gegeven moment. Dus ja, hoe dat... goed ging dat op een gegeven moment? Als in van, ik bedoel, net zeiden we van je idee op een gegeven moment een ton omzet per maand met je bedrijf. Ja. Op welk moment kom je, hoe lang duurt het voordat je denkt van... Ik zit eigenlijk wel weer op het, moment, op het momentum waar ik toen op zat met dat bedrijf. Of misschien zelfs al beter. Dat was, uh, ja, het was wel een jaartje of drie bezig of zo. Met ja, treden. precies. Ja. 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 Kijk, ik heb wel wat eerder zeg maar, grote klappers gehad met treden. Alleen... Ik, die heb ik dan niet echt meegerekend in de zin van consistent winstgevend. Kijk, ja. wat je heel veel ziet, ook op socials, is dat ja, er af en toe worden grote klappers gemaakt. Maar het gaat er mij meer om van, oké, okay, kan je zo goed als maand in, maand uit, niet iedere maar zo goed als we iedere maand in, maand uit, kan je geld verdienen en dan ben je in mijn ogen ben je, ben je een goede trader. Ja, dus is het een en dat heeft wel even geduurd natuurlijk. Dus. Ja. 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 Meer een soort van stabiel verdienmodel, boven ja. een soort van glitch van uh, ja. lucky ja. guess. Ja. Exact. exact. Ja. Hoe kom Kom er dan bij om echt het online te gaan zetten? Want het hoeft niet. Je kan ook gewoon zeggen van hey, niemand hoeft te weten dat ik geld verdien met traden. Ja. Blijf lekker onder de raad. Dat ja, is ook wel relaxed. Geen team, geen mensen. Ja. Lekker zelf traden. En ja. dan doe ik je nee, weer nee, aan. <laughs> is hij een drugsdealer? Hij was al zo lang in het buitenland. Ik vertrouwde ja. niks van die Kevin. Ja. Ja, maar maar, maar toch dan, uh, dat je het gaat delen. Ja, ja, ja toch gaan delen. Uh, gewoon uit, het was echt gewoon pas. Ik vond het echt gewoon vet om erover te praten. En ik, ja. ik had ook niet zo heel veel mensen om me heen die ermee bezig waren. Dus het was gewoon echt gewoon een uiting van enthousiasme. En ook wel zoiets van, weet je, ik had er best wel lang over gedaan om het voor elkaar te krijgen. Ik dacht van in Nederland, want ik alles, ik deelde alles in het Nederlands. Ik dacht van ja, weet je, ik wil gewoon wat vertellen erover. Zodat die learning curve. Uh, als mensen ermee willen beginnen, ook gewoon veel korter is. Want je kan, in mijn mening, gewoon binnen zes, zes maanden gewoon, gewoon goed treden. Maar niet als je het zeg maar allemaal op eigen houtje moet gaan uitzitten, vogelen. Ja. Um, dus dat was ook een beetje zo'n drang. Ik dacht van, ja, weet je, ik wil gewoon over vertellen. Mensen daarmee mee helpen. En ik kreeg daar heel veel leuke reacties op. Ik heb dat uh, volgens mij meer dan een jaar gedaan... zonder daar überhaupt een, een euro voor te, voor te vragen. Hoe lang terug is dat? Dat uh, is, denk ik... Uh, ik zou op mijn YouTube-kanaal moeten kijken. 2017, denk ik. Zo. Ja, precies. Ja. Dus echt in de ja. soort van de begintijd... dat in Joshua Kato ja. maar een heel klein ja. beginnend... Ja. dat het online ondernemen in Nederland... langzaam een beetje een ding begon te worden. Maar toen ja. was het nog best wel ja. Ja. niet ja. groot. Nee. nee. Nee, dus dat was, uh, nee, was gewoon puur uit, 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 uit passie. Ja, nice, uh. nice. En dan inderdaad uh, van passie, op een gegeven moment dan, uh, dat is nu ongeveer drie jaar geleden, dus dan zit er wel he, ongeveer drie jaar tussen, maar dan begin je ook Trade Academy? Ja, ja Trade Academy je op een gegeven moment begonnen. Wat is uh, dan tijdspan inderdaad daartussen geweest met, met YouTube video's, Instagram video's en Trade Academy? ja dus hoe ik heb dat? tijd ja. ja hoe ontstaat dat dus het is uh, ik heb heel lang heel lang gewoon waarde eigenlijk gewoon gedeeld nogmaals gewoon uit, uit omdat ik het leuk vond ja. uh, nooit echt gedacht van weet je ik ga hier uh, ik ga hier wat mee doen nogmaals omdat het, nu is het vrij normaal om een coachingbusiness te starten of wat dan ook maar ja. toen niet echt zo weet je dus nee. uh, dus dat speelde ook helemaal niet zo in mijn hoofd dus ik was daar gewoon mee bezig van hey, weet je ik wil gewoon een YouTube content creator zijn en ik vind het vet hier om over te vertellen Um, en dat groeide op een gegeven moment op Instagram best wel uit, omdat ik daar heel veel over praatte. Ik liet ook wat winsten zien, liet wat verliezen zien. En mensen hadden dus zoiets van, weet je, ik wil dat wel van je leren. Dus ik heb op een gegeven moment, een best wel lange periode, heb ik op een gegeven moment gezegd, weet je wat, ik ga gewoon tien mensen aannemen voor, uh, of uh, tien mensen ga ik het leren. Dus ik had het op Instagram gezet van, like, een klein groepje mensen, wil ik gewoon tien man, wil ik best wel leren wat, wat ik jullie doe. Doe een vier weken programma, twee keer in de week een, een avondje. Uh, Via online gewoon leg ik het jullie uit. Kun je vragen stellen, et cetera. Dus oké, okay, dat gedaan. En daar vroeg ik volgens mij 50 euro per persoon voor. Hmm, <laughs> dus dat was toch nice. ook helemaal niet in verhouding ja, eigenlijk ja. met het training. Dat ik gewoon, hoe lang trainde je toen al? Toen was ik al uh, een aantal jaar bezig. Ja, ja. toen je echt ja. wel goed veel ervaring zeg maar. <laughs> ja. Ja. 50 euro voor of zo. Ja, ja, su mensen super enthousiast, ik, enthousi ja. ik enthousiast. Uh, ik haalde daar echt heel veel voldoening uit. Ja. Dus ik heb dat op een gegeven moment nog een keer gedaan. Nou, het is een tijdje stilgelegen. daarna daar, weet je, ik ga het weer doen. Weer een groepje gedaan, volgens mij. Dat heeft u wel iets meer gevraagd. 150 euro. Nee, 100 euro volgens ja, dat mij. Dat is gek. <laughs> 100 euro vol gevraagd. Ja, weer echt allemaal super leuke reacties. En, en sommige mensen die, die toen, zeg maar, uh, bij dat clubje zaten, die spreken af en toe nog steeds, treden nog steeds. Cool. Um, dus ja, het was gewoon leuk. Het was gewoon echt vet. En op een gegeven moment had ik wel zoiets van ik weet niet precies wat daar de omslagpunt was van, ah, misschien moet ik er een cursus van maken. ik weet niet meer precies hoe dat gegaan is of mijn gedachtegang daarover, mm -hmm. maar ik denk weet je wat ik doe, een, uh, ik doe een cursus en ik leg gewoon alles uit in, uh, in videomateriaal, want dan is het ook niet dat ik daar uh, hè, dat moeten. Uh, het was ook best wel iedereen moest dan weer ook net maar tijd hebben op die avond ja, en, en uh, natuurlijk het was wel opgenomen, maar alsnog. Ja. en wat ik tenminste heb gemerkt was uh, van, van oké, okay, uh, je geeft dan die training inderdaad. Mm -hmm. Maar heel veel is gewoon basiskennis. Ja. En die basiskennis moet je telkens opnieuw gaan uitleggen. Terwijl ze ook gewoon ook, de uh, video's kunnen kijken. Ja, ja. En hebben ze basiskennis, al, en dan ja. kunnen ze vragen stellen over de basiskennis. We ja, dat, dat dus is ook het, veel waardevoller. Ja, ja de voor wordt korter weer. Ja. Ze kunnen ja. op hun eigen tijd de video's kijken en dan vragen stellen op zo'n avond. Je ja. gaat ja. ja. gelijk ja. de diepte in op zo'n avond. Ja. 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 Dus dat dus uh, toen een cursus gemaakt en um, toen had ik al wat ervaring met online. Ja, want een cursus is leuk dat je dat hebt, maar je moet ook wel kunnen aan de man kunnen brengen. Dus ik deed dat natuurlijk wel gewoon via mijn Instagram, omdat ik dat opgebouwd had. Ik deed dat via YouTube. Dat, dat heb ik ook opgebouwd. Dus er waren wel redelijk wat aanmeldingen gelijk. Dus dat, dat kreeg wat momentum. Maar dat viel op een gegeven moment natuurlijk alweer stil. Want ja, dus geen nieuwe uh, dat bereik wat ik toen bereikte met mijn YouTube was ook nou niet om over naar huis te schrijven. Um, maar ik had wel redelijk wat skills opgebouwd met wat sideprojecten die ik ook deed met, uh, met vrienden van mij in de e-commerce zaten. Dus ik had wat, wat advertentieskills. Wat voor sideprojecten waren dat dan? Zeg maar? uh, er waren dan ook e-commerce, e uh, ja, ja, ja. Dus hun, zo, hadden, ja. hun hadden uh, gewoon, gewoon dropshipping-stores en, ja. en, en ik was daar dan uh, bij betrokken en ik hielp daar een beetje mee mee ook. Dat is gewoon wat ik zei. Maar altijd ondernemend je, uh, bezig, uh, 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 yeah, Ja, ja. Dus ik deed dan uh, wat advertenties en zo. Uh, had ik op een gegeven moment wel uitgevogeld tot direct met Facebook-ads en zo. Ja. Dus uh, ik dacht ja, van hé, hey, die skill kan ik nu ook gebruiken. Wellicht voor, voor mijn cursus. Dus ik kan gewoon wat. Dus ik had uh, advertentie opgenomen. Nice. <laughs> ja, ja, daar ja, komt ie. Advertentie ja, ja, opgenomen. En <laughs> vanuit Italië ja, echt gewoon petje op <laughs> en zo. Petje op. En uh, gewoon, gewoon gezegd: van uh, weet je, dit is wat ik doe. En als je, uh, dat is echt heel basis. Uh, dit is wat ik doe. En als je het wil leren en uh, hier, is, uh, hier is de cursus. Ja. En verrassend genoeg, dat liep best wel. Uh. Dus, uh, dus ja, en zo is dat eigenlijk op een gegeven moment wat in een stroomversnelling gekomen. Dus ik ben, het is heel erg gaan, gaan rollen, dat balletje. Van, ja, mensen waren ook echt tevreden. Er en, is en, uh, dus veel mond op mond en ook wat die advertenties begonnen wel te lopen. Dus ik ben dat gaan doorbouwen. Um, en ook wat, er, ook wat er uniek was, wat, wat ik toen, het, waar ik eigenlijk nog steeds trots op ben en, en toen ook trots op was... Is, het was niet alleen een cursus. Het was gewoon bij. Uh, ik was aan het live streamen iedere dag. Dus ik was er iedere dag mijn training aan het live streamen. Mm. Um, dus ja, Het zeg is maar, dus, dus niet alleen van. Yo, hier heb je een cursus en zoek het maar uit. Nee, want ik liet het gewoon letterlijk zien. Dag in dag uit. En ik heb dat een paar jaar gedaan. Um, dus dat was ook best wel uniek. En van, van denk ik, hey, hier is een gast die zegt dat hij kan trainen. Maar hij laat het ook echt zien. Iedere dag. Zees, ja. Iedere dag. Ja. En ik heb dat uh, best wel lang gedaan, echt uh, jarenlang. En dat is wel het mooie eigenlijk aan ja. het concept Trader zelf, ja. want ja. één, je wilt het doen, het kost drie, vier uur per dag ja. en het is niet erg als je het laat zien. Ja, dat ja. is ja. met dropshippen dropshipping. Ja. Ja. iemand weet dan wat je doet. Ja ja, 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 ja. Dat is ja. eigenlijk, dropshippen kan je het zeg maar, weet ik niet precies hoor, maar bijvoorbeeld een maand later doen. Ja. Als het zeg maar allemaal, als product oh, ja, doodgebloed ja. is. Ja, doodgebloed. En, ja. en dan kun je de video's gaan publiceren als het ja. ware. Uh, dat wordt volgens mij ook niet helemaal. Hard. Hij kan niet verliezen, als in van: Kijk, heb ik een winnend product in Nederland? En ja, 15 en anderen gaan is dat, dat niet zo. En natuurlijk nee. hebben we dan al die mensen van: Ja, maar wat is iedereen dezelfde strategie en zo gaat uitvoeren? En luister, dat clubje traders hier je bij ons in Nederland. Die hebben echt geen invloed op de markt. dat gaat nee, zeker veel. Uh, dus, um, dus ja, dat, dat gedaan. En op een gegeven moment wel zoiets van: Weet je, ik wil dit. Uh, komt dat ondernemersinstinct kom toch wel weer terug naar boven? Ja. Uh, ik wil het gaan uitbouwen. Ik wil gewoon echt uh, dat er gewoon. Uh, heel veel waarde geboden wordt... naar de klanten, uh, naar de studenten. Um, en ik wil het gaan uitbouwen... echt naar een school, een trainingsschool. En dat is eigenlijk waar Trade mee ook echt is ontstaan. Mm -hmm. uh, waarbij we nu dus... Uh, opnieuw wel weer een groot team hebben. Zo'n 30 man uh, en vrouw. Um, waarbij we traders hebben die dagelijks livestreamen. Dat is dat concept. Ik sta daar 100% achter. Dat is, ik heb ik altijd gezegd. Ik zeg... We, wil, we zijn niet een cursus. Ik zeg, we willen uh, iedereen die binnen Trade Academy werkt, zelfs tot aan de boekhouding aan toe, heeft een, uh, een touch met trading of heeft getraind of treedt nog steeds. Ja. Um, en ook alle, alle mentoren, uh, live streamen, uh, zijn actief met het vak bezig. Dus het is, nu, het is, het is meer dan nu dat het een cursus is geworden. En, en ik vind het super vet omdat ik, ik kan daar mijn ondernemersinstinct in kwijt. Mm -hmm. uh, want het is, het is nu gewoon uiteraard een onderneming. Ja. Um, en daarnaast ja, proberen we zoveel mogelijk waarde te bieden ja, binnen het trainingvak naar mensen die interesse hebben in, in het vak. Ja, vet man. En dat is, uh, dat is waar we nu voor staan. Ik uh, we zullen wel even een linkje ook droppen, gewoon in de beschrijving. Dat doen we altijd ja. wel. Want dan kunnen mensen ook meer info erover lezen. Ik heb zelf ook nog een beetje je sites en zo uh, doorgespit. Ja. En ja. we ja. hebben natuurlijk ook gesprekken erover gehad. Ja, maar ik zei toen ook tegen jou van... ja, ik vind. Kijk, het is gewoon dat ik ben gaan ondernemen. He. Ja, daar als gaan we was, weer, Koen. gaan onderscheiden. Ik heb al te weinig tijd, Koen. Ik kan niet weer een nieuwe maar, hobby erbij hebben. Dat werkt maar niet. Maar dit, zeg maar, van dit was wel. Ik zei het ook tegen jou. Van, ik denk dat ik ben soms heel nuchter persoon zijn. Dat dit wel ook wel een van de dingen was wat wel uh, leuk was geweest in het begin van het ondernemen, waar ik tussen kon kiezen, hoeveel, zeg maar. Hoeveel uur ko kost het om om te leren treden? Want wat je zegt, als je eenmaal kan treden, posities kan innemen, dan kan je daar in twee uur per dag kan je hmm. dat doen. Ik kan me wel voorstellen dat het leren misschien acht uur per dag vergt voor een half jaar voordat je die basis hebt. Of, of hoe zit het? Ja, dat ligt aan er... jezelf. Zeg maar, het is, het is, uh, in feite is dat een paar uur per dag is gewoon alsnog voor te leren ook prima. Alleen wat je wel, wat, wat ik zelf ook deed. Ik probeerde, omdat ik het gewoon heel graag wilde leren, probeerde ik er wel zoveel, zoveel mogelijk ja. tijd aan te besteden. Dus ook in de weekenden als de markt dicht was. Ja, ook gewoon grafieken analyseren. Dus het is van oké, okay, hoe hard en hoe al in wil je? En kan je gaan natuurlijk afhankelijk van natuurlijk de responsibilities die je nog hebt. Kan ik het in vier uur per week leren? Er is <coughs> uh, het, het, uh, dus en swing -traden. Dus je okay. hebt ook het, uh, het swing is wat ik, wat ik voornamelijk nu ook doe. Ja, veel wat doen. langer de. Heel langere posities vasthouden. Ja. Of uh, langere, uh, ja, dus wat minder snel, snel treden. Kan je dat in vier uur per week leren, absoluut? Ja. Oké. Okay. <laughs> Oké okay. okay. mm -hmm. Nieuwe shiny dus Het is voor, <laughs> en dus is voor ieder probleem problem, het is voor ieder wat wil En dat traders. is ook binnen het trading tradercam wat we ook aanbieden weet je. Dus Het is gewoon voor ieder wat wils en ja. het is gewoon, uh, Dat is ook het mooie van ja, wil, jij, wil jij die trader zijn die, ja. die drie seconden in een trade zit En dat tien keer op een dag doet Be my guest Als ja. dat het ding is wat je wil doen En je wilt dat voor jezelf ontwikkelen Let's go Weet okay. je maar heb je zoiets van weet je, Ik doe het liever rustig aan En ik wil uh, een trade pakken die een aantal uur duurt Of een aantal dagen ja. je, je kan er ja. je eigen sausje overheen gooien en jullie focussen wel echt op de Ameri Amerikaanse markt met aandelen. Mm -hmm. uh, maar ook valuta dan en zo? Of dat gewoon niet? Nee, zeg alles wat we de, uh, leren, of wat we de mensen leren, is toepasbaar op alles. Uh, okay. Alleen de focus bij ons ligt wel op dit moment heel erg op. Uh, aandelen en uh, en opties, omdat dat daar ja dat daar komt mijn expertise uit en zo is het natuurlijk ook gewoon gegroeid ja, ja. een uh, stukje garantie wat je dan kan meegeven luister van ik weet hoe deze markt ja werkt. exact exact, ja. exact want waarom ik bijvoorbeeld forex trading hoor ik ook dat het veel over ja volgens mij ook een van de meest giftige werelden online die je mm. kan bedenken want ik zie er altijd de meest gekke <laughs> ja. scams en zo langskomen um, Waarom dan de keuze om bijvoorbeeld niet ook valutatrading op een gegeven moment in te stappen? Waarom blijf je altijd bij aandelen? Is er niet een ander soort markt die zegt, nou, daar zijn veel hogere gains te halen? Of valt het nee, allemaal ja, mee, ik, dat verschil tussen die markten? Ik markets? heb zoiets van, weet je, waarom, uh, die vraag krijg ik ook heel vaak, waarom treed je geen crypto? Ik heb zoiets van, ja, maar weet je, als, als, het als hetgeen wat ik doe gewoon goed werkt, en kun weet je, maand in, maand uit, uh, gaat het goed, waarom zeg maar, moet ik ineens op iets anders gaan traden? Zou het wel kunnen hoor, maar waarom oh. zou ik daar de mental energy aan Schoenmaker blijf bij de ja, ja, ja. ja Is er op een gegeven moment ook een moment? Want dat kan ik me voorstellen dat dat misschien ook weer. Ik bedoel, je staat dan in je Instagram de bio staat daar zo, baap, day trader. Hmm. helemaal dat is je identiteit. Ik weet niet of je zo was hoor, maar dat zie je veel online. Op een gegeven moment ga je dan natuurlijk mensen die die cursus uh, verkopen en zo. Heb je dan op een gegeven moment dat je meer verdient met zo'n cursus dan met day trader? Of is dat heb je eigenlijk al met day trader zo hard gaan? Want dat lijkt me ook een rare ja, identiteit, ja. dat je ineens denkt van oh wacht huh, maar ja, ja, ja. wat ben ik nou eigenlijk soort van mee ja. aan het doen? Ja. Ik ben er altijd uh, vrij open geweest, ook, ook naar de mensen die in de community zitten. Uh, we hebben bijvoorbeeld één keer in de maand, hebben wij, uh, uh, noemen wij masters of traders. Ja. En dat is waar, we, waar ik gewoon ook live ben met de mensen in de community. En, en gewoon aan het sparren ben en aan het babbelen over van alles en nog wat. En ik ben altijd heel open geweest over uh, hoeveel ik verdien of niet verdiend heb, et cetera. En zijn er periodes geweest waarbij de... Um, Academy meer heeft verdiend dan mijn traden, absoluut ja, ja absoluut mm. um, op dit moment niet dus nee. op, het moment, uh, <laughs> uh, op dit moment uh, steken mijn tradingwinsten ver boven de, de trade academy uit en de reden daarvoor denk ik is omdat ik voornamelijk de laatste anderhalf tot twee jaar heel erg gefocust heb op het opschalen van mijn eigen trading ja en dat is wel redelijk goed gegaan uh, en dat hield de trade academy uh, omzetten niet bij uh, daarna ook nog het geval is van bij Trade Academy's, er zijn dus bijna 30 man personeel. Ja, ja dus de winstmarges uh, zien er wat anders uit. Dus de winstmarges gaan ook naar beneden. We herinvesteren vrijwel al het geld um, in andere nieuwe projecten. Ja, waar waar het eigenlijk nog niemand wat van af weet, maar waarschijnlijk binnenkort wel. Oh, ja. um, dus, dus ook dat, weet je, dus... dus uh, Cool. Dus ja, er zijn, om, om gewoon een eerlijk antwoord te geven, ja, zijn de periodes geweest, 100%. Ja, ja, ja. Ja. Hey, dat opschalen van dat treden van jezelf, dat zit hem dan echt in meer kennis en meer kapitaal, zodat je beter bent. Nee, kunt het treden? is gewoon die psychologische barrier. Dus ik had het geld. Ja. Uh, het geld was bij mij uh, uh, gelukkig niet het probleem. Uh, maar mijn, mijn psychologische barrier om groter te gaan treden, was er uh, ja, best wel moeite mee. Dus ja. ik, had, ik had er moeite mee, ondanks dat. Het verlies wat ik dan soms leed op trades, was niet heel op het kapitaal. Op een of andere manier, uh, dat, ik kon er niet zo heel goed mee omgaan. Dus ik ben daar, wat, be ja, wat is daar de omslagpunt van geweest, dat is lastig gezegd. Maar ik ben er wel wat bewuster mee omgegaan en een keuze gemaakt van ik ga hier aan werken. Um, en, en dat is uiteindelijk wel met vallen en opstaan gelukt. Mm -hmm. Maar het was een psychologische barrier, het was geen money barrier. Want Gaat het er dan van dat je, weet ik, veel, eerst ben je comfortabel met, ik verlies 5000 euro exact, in een trade. Exact. En dat wil je dan opschalen, bij zo'n spreken, ja, de, de, dat je daar barry, dat, was dat je 50.000 euro, of van wat voor losses wil je dan kunnen handelen, dat je daar gewoon steady onder blijft. Ja, dus dat, dat, was, dat lag heel erg rond de, tussen de 1000 en, en de 5000 dollar, wat, wat waar ik comfortabel mee was, afhankelijk van, oké, okay, hoe Kijk, is het een day trade, waarbij het, waar je snel feedback hebt en snel fout kan gaan? Uh, of is het een swing trade waarbij je feedback hebt van binnen een paar dagen? Dus je, het, het voelt heel anders om vier keer achter elkaar of drie keer achter elkaar 5000 dollar te verliezen in één uur tijd. Mm -hmm. Dan bijvoorbeeld over vier weken tijd. Uh, dus ja. het, het zeg maar, lange termijn trades zijn makkelijker op de schade psychologisch gezien dan. Uh, ja, en krijgt. dat geldt voor de winst net zo goed. Hè? Dus het, het ja. voelt heel anders om, 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 om drie keer 10.000 dollar te winnen in ja. een uur tijd. dan dat je dat doet over vier weken tijd. Ik dan heb je ook een... dat er veel spanning zit als je zeg maar, gaat swing traden. Ja. dat je zeg maar, bijvoorbeeld 5.000 of 10.000 euro inlegt. Dan moet je een paar dagen gaan wachten. Ja, en dan kan ook. Dan hoor je dan dan je, je telefoon in. naar de andere kant van het land. Zeg maar van stop je dan je telefoon gewoon weg en kijk. Want ik zou dan drie dagen lang elke... Ja, precies. Ik ja. blijf kijken. Ja, je, <laughs> ja, je blijft ook kijken. wel kijken. dat hou je ook wel. Maar dat was de barrier. Dus het was van oké, okay, weet je, waar ben je comfortabel mee? En dat was toen inderdaad tussen de, en de duizend en 5000. vijfduizend. En nu is het rond uh, de dollar waar ik comfortabel mee ben om te verliezen in een trade. Dus dat is... Dat, dat, dat is de mentale barrier waar je aan moet werken. En doe je dat dan ook nog met daytrades? Want je zegt net, je kan drie, vier keer... ...achter elkaar 5k verliezen. Het lijkt me een 30.000 euro toch wel heftig. Een ton in een dag verliezen lijkt me best... Nee, daytrades zijn vaak nog wel 5.000, 10.000. Wat is dan, heb ik de klassieke vraag... ...die het sowieso goed doen op socials. Wat is het grootste verlies dat je ooit hebt gemaakt in een dag? In een dag? Ik denk 60.000, 70.000 dollar denk ik. En hoe was je daaronder mentaal? Ja... Was, ja, het, is, het hoort erbij. Zeg maar dat, dat, dat verlies er waren meerdere trades die mislukten. Dus dat waren, dat waren swingtrades. Uh, en het waren meerdere die meerdere posities die dan op die dag vielen, die dan zeg maar, dus stoplosses Stop aan, los, aanraakten. Ja. Dus het was ook meer een samenloop van omstandigheden. Ja. Uh, het had ook makkelijk verspreid kunnen we zijn over een meerdere dagen, waardoor die gro die los op die grote op die ja. specifieke dag niet, uh, niet zo groot was. Um, maar het is wat het is. Dus Orgineel, het was... rationeel. rationeel. Ja, ja, ja. Je hebt niet dat je dan s'avonds nog even in bed ligt. Denkt: Godverdomme. Jawel, maar het is meer, binnen een paar uur. hebt dat wel weg? Ja, ja. Ja. Leuk is het is Het is nooit leuk. ik. hoop ja. dat ik ooit zoveel ja. geld kan hebben. Dat 70.000 euro in een dag verliezen. Niet ja. erg is ja. 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 Hé, <laughs> hey, maar dan hebben we een andere vraag. De keerzijde van de Wat Was nou je beste maand geweest? Nee, dag. Dag is leuk. Een nou, maand, want dan gaat het ja, niet de de om een paar ik, duizend euro. Nee, die dag weet ik niet. Want de, de beste maand is rond de, uh, Alleen trades dan. Want ik heb een, nee, een, een een grotere maand gehad. Maar de beste maand is 180.000 dollar gelukkig. Gewoon winnen, zeg maar. Winnen, gewoon ja, ja, extraat daarbij. Ja, ja. En wat, en wat waar, heb waar je daarmee doe gedaan? Je? Oh, ja. wat, heb, wat heb je daarmee gedaan? Want je krijgt 180.000. je zei van, oké, okay, als ik op een bepaalde profit zit... Ja. mag ik ook wat leuk doen in uh, mijn eigen privéleven. Ja. Dan heb je die Rolex gehaald. Ja. ja? ja? En niet deze, maar een andere. Een Rolex. andere. Oh, ja, echt. Ja. Oh, ja. ja. Cool. Of je verhuis ver, het naar. Of ik het naar. naar panden. Of, uh. ja. Dat ook. Ja, ja dat je Gewoon een pandje halen. Dat is wel lekker. In dat geval wel. Ja, ja, ja. of een klein, klein pandje dan. Maar. Ja, met goed financiering erbij. Ja. ja, ja en ja, goed startkapitaal. Ja, ja. Want hoe zit dat? Gaan we een beetje daarover? Of heb je hier nog vragen over over echte traden? Ja, ik heb het enige waar ik dan nog wel benieuwd naar is ben. Van wat is een beetje jouw. Trading target dan nu. Want je zegt 180.000 euro is natuurlijk een topmaand. Mm -hmm. Wat heb je een beetje als winstdoel dan per maand? Zeg maar wil je, weet ik veel, stabiel rond de 50k zit, of is dat niet echt een. Nee, doel? nee ik heb geen, helemaal geen doelen. Dus okay. de, en het dat, en dat, en trade is het, het een van de weinig vakken is waar je be, beter geen gelddoelen kan hebben. Dus het beter wat je kan doen is van oké, okay, ik heb een uh, performance doel. Dus je zorgt ervoor dat je gewoon houdt aan bepaalde tradingplannen die je voor jezelf hebt gemaakt. Of regeltjes, dat je eigenlijk gewoon goed performt. Ja. Uh, en dat over het algemeen resulteert, afhankelijk van de markt natuurlijk, in, in goede resultaten. Cool. Um, dus ja, je ziet, wat, wat ik vaak ook zie, is in grote maand gehad, heeft, is de volgende maand wat, rus, wat rustiger. Dus, uh, dus wat ik toevallig wellicht, dus de, de maand daarna was minus 40.000. Ja. Weet je, dus, ja. dus het, uh, en dat kan, dat het is gewoon dat is de, hoe het werkt met het traden. Maar uh, hij probeert ik heb niet echt doelen, maar ik probeer wel boven de 50 heel tijd uit te komen per, uh, ja. per maand. Okay. Nou. Dan ben ik wel benieuwd. We het net over. Je pakt natuurlijk af en toe winst. Ja. Je hoef je niet allemaal in een Rolex of meerdere Rolex te stoppen. Je kan het ook in vastgoed stoppen. Mm -hmm. Hoe is die ontwikkeling voor jou gegaan? Um, ja, dus. Ik had op een gegeven moment behoefte aan iets. Dat ik denk: van oké, okay, weet je, ik wil gewoon stabiliteit. Dus, uh, dus dat ik iedere maand gewoon uh, huurinkomsten kan vangen. En uh, dat het gewoon altijd goed zit. Dus uh, dat ik ook bijvoorbeeld, uh, ik wil ook gewoon mijn familie gewoon goed helpen. En dat de hun moeten niet afhankelijk zijn. Of de mensen om me heen moeten niet afhankelijk zijn van mijn trading-volatiliteit. Uh, ja. <laughs> ja. Dus ik wilde gewoon een baseline voor mezelf en voor de mensen om me heen die ik graag help. Uh, hebben dat ik van oké okay, dat iedere maand komt er gewoon sowieso dit binnen ongeacht wat er gebeurt ook als ik er gewoon een maand tussenuit ga um, en dat was mijn reden dat denk van weet je ik ga even naar vastgoed kijken en ik ga kijken of ik wat wat geld uh, van het treden uh, daarna uh, naartoe kan vundelen. en dat heb ik uh, gedaan heb ik begon mijn eerste pand was in Nederland geloof ik ja dat was Nederland uh, daarna nog een pandje gekocht in Dubai recentelijk nog Marbella, nog wat in Bali. Dus het uiteindelijk gewoon door, uh, door gaan bouwen. En uh, Airbnb uh, is het gewoon voor maandelijks vuur? Um, maar Belja en Dubai is en uh, uh, Bali is uh, weet je dat, toerisme. Mm -hmm. uh, dus dat is inderdaad korte termijn uh, Airbnb. Of het is een agency regelt dat en dat is inderdaad Airbnb en yeah. uh, Nederland gewoon gewoon uh, long term. Yeah. Nice. Want dat kan je dan ook zelf, natuurlijk, af en toe gaan zitten. Ja, dus het appartement in Dubai kan ik gewoon uh, met regelmaat, als het vrij is afhankelijk natuurlijk, dan kan ik ja. daarin als ik dat wil. Ja, en ja. anders ga je zelf gewoon een andere plek zoeken? Ja. ja. ja want voor de mensen die uh, nog niet weten, jij reist eigenlijk door het jaar heen zelf wel, uh, doe je vaak een rondje denk ik dan. Ja. Denk, uh, zei je, nu ga je naar Bangkok, zei je. Ja. Maar je komt ook regelmatig in Dubai, dus ook wel in ja. Bali Ja, ik heb, uh, ik heb een tijdje in Dubai gewoond, ook echt gewoon fulltime, zo goed als fulltime. Um, nu, ja, ik vind het fijn om af en toe even totaal te veranderen. Dus ik heb nu gekozen voor Bangkok, vrij recentelijk eigenlijk, een maand of vijf terug denk ik. Um, mijn broertje woont daar ook. En een aantal vrienden van mij wonen daar ook. Dus daar is de social circle voor mij is gewoon nice. Ja. Um, ik vind het een fijne plek om daar nu in ieder geval, we hebben daar een, een appartement uh, getekend voor oh, minstens een jaar te huren. Dus we zitten daar nu in ieder geval even een, uh, een jaar. Um, Dubai ben ik met regelmaat, maar niet meer als vaste uh, vast, uh, woonplek. Leuke tijd gehad. Ik ga er ook zeker weer naar terug om te wonen, denk ik. Maar nu even niet. Mm -hmm. Gewoon even uh, Mijn pet staat er even niet naar. Um, dus ja, dat, maar ik, vind, ik wil wat minder gaan reizen. Ik heb bijvoorbeeld de afgelopen maand, volgens mij, of anderhalve maand bijna in tien landen gezeten. Oh, in zo, een korte jezus, periode. God, uh, <laughs> ja, Dus <laughs> ik wil nu eigenlijk weer even rust op rust en weer eventjes terug die grindmodus ingaan. Ja. Uh, en dat is ook de reden dat ik terug even ga naar Bangkok. Ik heb daar mijn trading station staat daar, een eigen kantoor in het huis gebouwd. dus uh, Kijk, tradingstation, dus uh, ja, gas geven. Dus, uh, dus gewoon even gas geven. Doop. Ga je nog wel eens naar een festival? Ik heb niet het idee dat Kevin een feestbest is. Zo komt hij niet aan mij over. Nou, of in uh, ieder geval niet een, een ik ga naar drukke plekken toe om omringd te zijn met allemaal lamme mensen. Lamme nou. en drugs mensen. sigaartje ja. op het tijd. Helaar. Dat is een hele goeie. Uh, Lekker. Maar uh, nee, festival niet, man. Nee. Helemaal niet. Nee, nee. Nee. nooit geweest. Wat is dan jou, uh, waar, wat is jouw ding dat je doet voor lol? Naast sigaartje ja. roken. Um, traden. <laughs> traden, nee. traden. Um, nee, wat ik dan, als ik zoiets heb van, weet je, ik, ik ben natuurlijk de laatste tijd veel in Bangkok. Ik zie van, oké, okay, het is weekend. Pak het vliegtuig. Ga naar Koh Chumi of naar uh, uh, Phuket. Yeah. En gewoon uh, strand, watersport. weekborden uh, yes. cool. Wakeboarden en dat soort dingen. Nice. Ja, een, uh, relaxen. Ja. Dan heb ik nog een, uh, een van mijn laatste vragen, want daar ben ik altijd wel benieuwd naar. Is het dan ook zo dat je net als het cliché bij de films Wall Street en zo, dat jij elke ochtend met de Financial Times op je schoot zit om te lezen wat er in de markten gebeurt, of is dat... Uh, nee, nee? Nee, 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 jammer. Nee, nee, nee. <laughs> ja, moet je veel nieuws bijhouden? Is dat handig? Nee, ja, je bent globaal op de hoogte van wat er speelt, als het financieel gerelateerd nieuws is, maar in echt globaal. Echt globaal, globaal. Ja. Ja. oké. Okay. Ja omdat de trades die plaats zijn voornamelijk technische analyses en dat zo'n zo kort, omdat die trades zo kort zijn. Dus de, de cijfers van Apple in een 48 uur tijdshorizon, doen er niet zo heel veel toe dan dat de cijfers op Apple doen op een twee maanden horizon. Oké, okay, ja. ook niet als er zeg maar een release is ofzo. Dan wel. Dan wel ja. Ja. Maar dan ja. vermijd je het gewoon. Oh, dat gaat net weg. Ja, je wil ja, gewoon steady, steady, steady ja. traden en niet... Uh, Oké, okay, want dat is een soort van patroon wat telkens terugkomt. Dat, het, dat je wel kan verwachten tijdens een release. Heb je altijd dezelfde soort patronen die terugkomen. Hier komt deze man. Dit is hoe hij zichzelf <laughs> zou racket tijdens daytrading en zo. <laughs> dat was net als met die games. Pro, als er een nieuw game wordt aangekondigd met die crypto shit, toch? Nee, Ga je erin, gaat die omhoog. Ja. Het <laughs> <En lukt lacht> ging drie gewoon, keer goed. Lukt toen? Het wel en gewoon ja. helemaal mis. Nee, het lukte gewoon elke keer. Maar toen stortte gewoon de hele crypto markt in elkaar. Ja, ja. Ja, toen lukte het niet meer. Nee, toen was er geen geld meer inderdaad. Dan was alles weg. Ja. Maar ik wil bijvoorbeeld niet afhankelijk zijn van, 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 van cijfers. Ja, ja, precies. Want dan is het niet, he dat is ook de reden. Zeg maar, Super leuk op, op wat je ziet op uh, social media, die grote wins. Van, ik heb uh, weet ik, veel 2 ton verdiend op, uh, op deze trade, omdat uh, deze kooi naar de moon is gegaan. Leuk, maar herhaal dat nu eens iedere dag. Ja. Zeg maar, ik ja. wil iets doen wat ik iedere dag zie, zeg maar, of iedere dag kan herhalen omdat dan daar zit zeg maar, de, de consistentie, daar zit de schaalbaarheid. En niet zeg maar in die lucky shot die af en toe één één het kwartaal of één het jaar voorbij komt. Kan als je daarop focust. Maar ik heb liever gewoon iedere dag een lucky shot zeg maar. en dan consistentie. Ja. Heb je studenten die echt supergoed met traders zijn geworden en echt gewoon fulltime traders zijn ja. uh, ook de wereld over en zo? Uh, de hele wereld overreizen, het is maar net wat je of je, ja, je, of wil, je wil, inderdaad. Wil. Ja, maar dat is ja. goed. Gaat wereld niet? Training moet je de wereld overreizen. Ja. Moet je naar Dubai en de ja. De ja. De de foto's de maken met Loemer in de lucht? Ja. Nou nee, ja, ja, zeker wel. Ja, ja. 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 ik vind het interessant. Ik ga er sowieso dieper in duiken. Oh, in ieder geval kijken, Ik ga alleen kijken. Gewoon dat ik, want ik ja. ben gewoon heel Gaat benieuwd van wat zijn die strategieën en dat soort dingen. Gaat wel goed straks met jouw en ik ga het ook niet doen per se, maar ik ben gewoon vooral heel benieuwd van oké okay, hoe zou je zulke analyses dan doen, ja. wel, hoe, ik ben gewoon meer oh, zo zoek informatie. ja, ik wil gewoon informatie ja, 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 dat ja, ik ja, gewoon dat beter wel. begrijp van oké okay, dit is blijkbaar dus hoe treden, want ja. wat jij net noemt, ik dacht altijd juist dat er heel erg in de krant wordt gekeken okay, wat zijn de grote gebeurtenissen overnames, blablabla, bla, bla, want dan gaat een stok iets hm. doen. Hm. Als jij dan zegt nee, ik ben op zoek naar dagelijkse patronen, ja dan zit ik al gelijk denken, oké okay, wat zijn de dagelijkse dingen die terugkomen waar je op kan inspelen, dat vind ik interessant. Ja. Ja, ik ben daar wel naar benieuwd. Er zijn al een eindje op weg in deze mooie Potters-aflevering met Kevin Timmer. En ik weet dat er heel veel lotgenoten zijn... die nu nog steeds zitten te kijken en zitten te denken... van ja, ik wil gaan beginnen met traden. En speciaal voor jullie die dit denken... hebben wij een speciale korting geregeld met Kevin Timmer. Hij heeft dit nog nooit eerder gedaan. Hij heeft nog nooit eerder een korting gegeven op zijn academy. Maar wij hebben dit natuurlijk weer even voor de lotgenoten geregeld. Voor deze speciale korting... Zijn er slechts 30 plekken? Ben jij geïnteresseerd in winstgevend traden? Heb je geen zin in personeel? Wil jij enkel en alleen met een computer werken? Wil je geen wisselvallig businessmodel hebben, net als dropship of YouTube automation? Dan is traden hoogstwaarschijnlijk wat voor jou. Klik op de link in de beschrijving en ontdek wat het voor jou kan betekenen. Mijn laatste ding dan, wat ik wil uh, aanstippen, is dat. Uh, we hebben ook, ik weet niet of je het dus hè, wilt vertellen. Mm -hmm. Leed, je hebt mij wel wat verteld over een lancering die. Ja. Uh, in deze periode ook uh, gepubliceerd gaat worden. Ja. Uh, Wil, je al Wil je delen? Ja. Dat het is, want de aflevering wordt denk ik over twee of weken. Ja, Twee weken. Oké, okay, dan uh, ga ik wat over vertellen, we nog niet, niet alles. Omdat ja. En als je te veel vertelt, ja. laat het ons gewoon weten ja. en dan hoor je straks okay. een hele lange piep in de podcast. Okay, <laughs> dan stopt hij hier. Ja, ja oké. Okay, dus wat ik ook al zei, zeg maar, wat we met Trade Academy ook hebben gedaan. Dus ook in alles wat we daar eigenlijk verdiend hebben, gewoon proberen te herinvesteren in nieuwe dingen. Ook dat ondernemersinstinct wat ik, wat ik in me heb zitten. Dus we hebben gewoon gekeken van oké, okay, de afgelopen jaren van trade-ervaring die ik zelf heb, maar ook gewoon van alle ervaringen die we gehoord hebben van uh, de studenten, de leden, is van uh, tegen welke dingen lopen hun allemaal aan? Met platformen, uh, maar ook met de, 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 de brokers. Dus waar je, waar je handelt. Um, en daar... We hebben gewoon gezien dat ze tegen veel issues aanlopen en dat je op sommige dingen ook gewoon eigenlijk legaal soms gewoon genaaid wordt zeg maar, met, met ja. grote spreads. Wat um, vakje gewoon wellicht hier en daar, maar <laughs> met grote spreads, uh, uh, delay in, in, in sommige dingen, dat, dat, dat orders laat of, of, of slecht worden uitgevoerd. Platformen die dan weer niet werken op een Mac of dan weer niet fatsoenlijk werken op een, uh, op een telefoon of wat dan ook. En Dus al, uh, al van die kleine pijnpunten die er gewoon niet voor zorgen dat een, dat een trader ja, gewoon goed kan werken aan zijn trading journey. Uh, een ander probleem waar we tegenaan lopen is van ja oké okay, kapitaal. Uh, dus uh, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat, uh, dat iemand met een klein startbedrag alsnog gewoon wel gewoon groot kan, groot kort en kort kan treden en, en, en succes kan behalen, behalen in het traden. Dus we hebben rond de tafel gezeten met het team en uiteindelijk een platform ontwikkeld die al die issues oplost. Uh, volledig in het Nederlands, ook met Nederlandse mensen erachter. Dus klanten, et cetera. Okay. Um, dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen. Want als ja. ik meer details ga zeggen, dan uh, dan, 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 dan ik het hele boel. En we zijn nog wat kleine dingen aan het afronden. Ja. Maar er komt er in ieder geval een, een geweldig platform aan... Wat, wat, uh, wat al die problemen die ik zojuist opnoemde, ja. gaat, gaat, uh, gaat verhelpen. En dat is een platform waarop je dus dan geld zet en gaat traden. Tradingplatform. Ja, dus de details... Nee, maar dan weet ik even wat je bedoelt met we de platform. Wel, van, ja, dus, ja. We zijn ook even met wet- en regelgeving bezig. Ja, Oké, okay, hoe dat precies zit. Dat is ook een ding, ja. ja. dus we hebben daar echt de afgelopen periode... Ja, er is, dat, dat gaat is niet over één nacht uh, dun ijs. Nee, en dat, heeft, dat, dat, uh, okay, dat, geld, dat geld dat daarin gepompt is, uiteindelijk is ook echt in, uh, insane. En in de tijd die erin gestopt is. Dus het is best wel een spannende, spannende periode. We hopen het inderdaad ergens... Rond de lancering van de podcast. En om Leuk. die datum uh, naar buiten proberen te brengen. Dus super ja, tof. spannend. Nice. Maar wel vet. Dan doen we daar ook. Uh, waarschijnlijk als je dus ook op die uh, op naar je website gewoon toe gaat, kom je ook wel weer. Kan je daar meer over lezen en zo? Ja, ja, ja. 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 Okay, Link in de beschrijving. Verder, ik heb nog heel veel vragen, maar ik ga gewoon in de academy duiken. En dan denk ik dat er een hoop beantwoord wordt. Is goed. Jij nog uh, dingen? Nee, dat was echt. Uh, ik heb een het structuur gehad op ja. deze aflevering. Ja. Leuk, om, uh, leuk om hier te zijn. Ja, ik, je hebt me verbaasd, man. Je, me, uh, mm -hmm. je, bent, je bent toch niet alleen een snelle daytrader op Instagram. Nice. <laughs> goed om te zien. Nice. nice. De hokjescategorie nee, Ja, je, van je doet het wel goed, slim. Ja. Je weet je, de ja. positionering, hoe je het doet. Ik heb het daar wel met mensen over gehad en zo. Ja. Je weet jezelf in een wereld vol van die snelle traders, die ja. alleen maar met geld voor Lamborghini ja. staan. Jezelf op een leuke manier. Uh, te positioneren, waar het wel soms vleesje is, maar goed mm. gebalanceerd met gewoon realiteit en authenticiteit. Ja. Ik vind het nice. Ja. Basic Dank man. Je, jongens. Thanks. Dankjewel. Goed. Dankjewel nice. voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en ciao.